Ik ben Dave van de Dave Podcast. Vandaag heb ik die man eindelijk in de studio. Twee jaar heb ik hem gebedeld. dit is iemand met wie ik vaak goede gesprekken voer, diepe gesprekken voer. En ik hoop dat jullie het een beetje kunnen volgen, want we gaan alle kanten, alle richtingen op. En het is zeker niet de eerste en zeker niet, en zeker niet de laatste keer. Roy Bikari. Niemand minder dan Mr. Nightlife himself. Let's talk. Uit Paramaribo, Suriname. Dit is de Dave Podcast. Met Dave van aarde. Roy Bikari, ik heb een jaar gebeden om jou in het programma te krijgen. Twee jaar. Van Ik van Goed, je bent in de studio. En, ja maar, ik ben blij. Uh, ik ben heel blij dat je er bent. Ik Maar voordat we gaan beginnen moet ik natuurlijk promotie maken voor InStyle Optics. Dankjewel voor deze kartje, Bril. Ze hebben een hele nieuwe lading binnengekregen. Ze zijn aan de Wilhelminastraat, Dare to be different. Hun, hun, hun collectie is de shit. Ze, ze hebben echt mooie brillen gekregen. Niet dat ik extra reclame wil maken, maar hun brillen zijn gewoon goed. Dus check het. Ja, nu gaan we lekker verder. Um, ik ga direct met de deur in huis vallen. Heb nee. jij de ambitie om president te worden? Nooit. Ga... Ik heb gekozen om onderzoeker te zijn en te blijven. En wat niet bekend is, ik ben een mysticus. ik, ik, ik laat mijn leven uh, leden door... Uh, een diepe fluisterstem. Oké. Okay. Een diepe fluisterstem. fluisterstem. Ja, het, is, het is niet de stem van het geweten, want de stem van het geweten is aangeleerd. De stem een, van een het geweten is aangeleerd. aangeleerd Oké, okay, ja. dat wil ik daarover. Is het Nog meer. Dat mee... uh -huh. uh, oh, is wat je... je van je ouders hebt geleerd. Je hebt een, een theorie, het heet transactionele analyse, van Frits Peuls. Ik vond het, het is heel mooi. Het heeft eigenlijk te maken met communicatie, maar wat ik zo mooi vind is dat. Uh, die, the die theorie uitgaat van vier basispersoonlijkheden. Eén is de kleine professor, dat is de persoon die steeds analyseert. Dan heb je uh, de volwassenen. dat is de persoon die zich uh, altijd aanpast. Dan heb je de ouders, dat is de persoon die uh, over je schouders kijkt, doet goed in islecht. En dan heb je het kind. En het kind symboliseert creativiteit, spontaneiteit. Dus uh, als je balans hebt tussen die vier basispersoonlijkheden dan kan je uh, effectief communiceren. Dus bijvoorbeeld stel je voor, jij bent in je kind zijn en ik ben volwassen of omgekeerd. En een van ons zegt aan elkaar je lult. Mm. Dan krijg je problemen. Klok. Maar als je beide als volwassenen bent, in je volwassen toestand, dan, dan denk je je lult. Ach, je lacht erom. Je lacht erom. Dus uh, nou, maar, maar bij het kind zijn is het belangrijk. Je weet, ze zeggen in de Bijbel: zalig zijn de armen van geest. Aan hen behoort het Rijk der hemelen. Dus dat kind zijn, die creatie, die spontaniteit. Als je dat kan vasthouden, dan kan je uh, diepere toestanden van bewustzijn ervaren. Ik hang ja. altijd aan je lippen, dat weet je. Mm -hmm. <laughs> Ik geniet er echt van. Oké, okay, uh, jij schrijft vaker stukken. Je publiceert vaker stukken. Ja. Heb je ooit een analyse gemaakt van de huidige leiders? Van, van de huidige leiders? Ja, want je, hebt een, dus, je bent benoemd op psycholoog, toch? Door doctor, ook. ook door ja. Ik ben benoemd Yeseren. op psycholoog. Door benoemd... uh, Weilen, uh, professor Dr. Jesseren. Oké, okay, dus je kan wel zeker analyses maken, neem ik. Ja, wat voor ondersteld is te kunnen maken. <laughs> ja, maar kijk, die analyses uh, wil ik niet zozeer maken als psycholoog, omdat uh, ik zou met, met mensen moeten praten, maar uh, bij die laatste werelddepressie, mm -hmm. uh, heeft men. CEO's van grote bedrijven onder, onder andere dag 6. Golden Sex. Ja, ja. ja. En, Golden uh, sex ja yeah. en op een gegeven moment had hij een groot bedrag genomen aan uh, dividend en uh, weet ik veel wat allemaal. Dat zijn, is winstbelasting. Terwijl die werknemers werden afgevloeid. En uh, armoedeleden zijn een beetje zelf aan stripjes gaan doen om zichzelf in stand te kunnen houden. En ze hebben hem gevraagd. Hoe hij dat heeft kunnen doen? Toen heeft hij gezegd: het was niet bij hem opgekomen. Dus zo hebben ze verschillende mensen in die periode geïnterviewd. En wat bleek dat, dat vele leiders uh, psychopaten zijn, antisociale persoonlijkheden. Ze hebben geen gevoel voor empathie. En er is, uh, ik dacht door Harvard jaren geleden een onderzoek gedaan. Het heet The Devil Wears Prada. En in dat onderzoek bleek dat uh, wanneer je plotseling Overweldigd wordt met luxe, dat je morele kompas in de war raakt. Hmm. En dus je ziet, uh, het rijk zijn is wat men noemt zelfreinforcing. Het, het maakt je steeds ongevoeliger voor anderen. Dus je, je empathisch vermogen neemt steeds meer af. En dat zie je om je heen gebeuren. Dus daar en, zeggen ze misschien ja, dat. Dat, het... dat zie je bij, bij, gewoon bij die politici. Omdat, dat schijnt een draak te zijn. Maar de reden waarom ik het niet, niet zozeer een psychologische analyse wil maken, omdat ik ook die ervaring heb gehad. Ik ben in de jaren tachtig uh, een paar jaren bestuurslid geweest van de Associatie van Surinamse Fabrikanten. En ook uh, voorzitter. En in die hoedanigheid had ik zes assemblee geplaatst. We waren verplicht oh. om die overgang. <coughs> Een, een vreedzame overgang te bewerkstelligen van de militaire dictatuur naar democratie. Dus ik had zes assembleleden, ik was hun adviseur. En daarom heb ik hier respect voor de huidige assembleleden en, en politici. Want ik heb ook met Henk Aron bijvoorbeeld aan tafel gezeten. En het ging, ging R.I.B. RIBC, ook mijn initialen. Maar het betekende niet Roy in de bikari maar reeks uh, En ze moesten. De visa allokeren. En het ging hard aan toe, want je had uh, de vakbeweging daar. Nee, niet de vakbeweging, bedrijfsleven. Totaal bedrijfsleven, en ik was namens de asfalt daar. Je had mensen als Joost Abrahim, uh, directeur van uh, DSB, die er niet meer is. Je had Jan van Petten, directeur van Chad, Henk Ramdien van de Suralco. Het waren geen kleine jongens. En om te laten zien wat de mentaliteit die tijd al, die tijd al was, Arendt zegt bijvoorbeeld. Hey, ik kan even goed een 1-1 met de gaan doen en dat is het afgelopen. Zo dik dat ik naartoe toe. En ik had vernomen deze mensen achter mijn rug om zeiden: Ja, Oewan doe aan Henk, maar je hebt allemaal Bikari bikkie lauter. <laughs> dus ik ben een keer niet naar de vergadering gaan. Ja. Uh, Jan van Petten, Henk Ramdien, zei: Je moet thuis komen halen. En Henk aan heeft tot één op me gewacht. <laughs> Dus ze best... konden geen beslissing nemen zonder. Nee, dat bedoel ik. Ja, ja. Ik heb met Bouders aan tafel gezeten. Het ging over uh, die ontwerpwet van de grondwet. Mm -hmm. Toch? En op een gegeven moment moesten ze ook. Uh, de staatsraad zou. benoemd worden. Of ze moesten bepalen wie zitting daarin zou nemen. En Bouders begon te. O oh ja, dan moet je zeggen hoe Boutus praat. Wanneer je sprak. En hij Fransen, daar hoorde hoe die mensen een bocht maakten. Yeah. En, en uh, Henk Herrenberg had me gebeld. Om te komen, want ik zou niet gaan. Ik had het afgezegd. Ik zei: Henk, ik zal maar even aan mijn taak privé want me was God. Maar dat ik niet, dat allemaal lobby, daarom in ik ik ben gaan. Dus op een gegeven moment begonnen we weer te praten over, ja, moeten we dat accepteren enzovoort. En ik heb hem toen gezegd: uh, ik zeg hem Fransen. Mm. Toen zei ik tegen hem: Is er iets dat je nu begreep? Want je Frans. Ik <grijg> ik, nee, 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 nee. Hij Een Poolse in klas, we gaan roken. Ik rookte die tijd. Ik weet niet meer waar, het was een parochie op het terras. En toen zei hij tegen me: Ik zei tegen hem: jongen, Shankar was president. Ik zei: Shankar, een boelomang, even van mijn statuut, dat je eigenlijk gewone personen kan hebben in plaats van voorzitters van die organisaties die met de staatsraad. Dus zijn we weer aan tafel gaan zitten.

en toen zei hij op een gegeven moment: Hij zei ja, oké. Okay. Hij zei: Ja, u moet, ik, hoop u vind, ik, een, zei, ik hoop niet dat u het erg vindt dat ik namens ons allemaal een communiqué ga uitgeven. Toen zei je wel. Ik hoop niet dat u het erg vindt, want ik ook na, kwaliteit ook namens de as van communiqué geven. Voor mij vijf minuten. door alle pressie. Alle directeuren, ministeries, alle ministeries, alle bedrijfsleven, alle vakbonden. Meer lopen er 20, twintig, dertig zijn mee bij mij gekopieerd. Dus als je met die achtergrond denk ik. Geen van die volksvertegenwoordigers deugen. Stel je voor, ik geef een voorbeeld. Je weet dat family en friends te maken hebben met duurzaam corruptie en verspilling. Yeah. Want de enige manier om straffeloos te kunnen stelen is wanneer jij alles bepaalt. Okay. En dat doe je met friends en family. Vooral als ze geen verstand hebben van zaken. Nou, ik wil een wet dat het niet mag en ik ben assembleelid. Hoe kan het? Hoe, wat kan je zeggen? kan niet op de agenda komen. Hoe niet? Ik schrijf een brief, ik ben gaan perken. Elke keer als voorzitter. Ik wil een wil stemming brengen. Waarom wil je dit aan de orde hebben? Ik zou door de zaal gillen. En ik zou iedere keer dat punt maken. Ja, maar dat wordt niet gedaan. Nee, bij, bij niets. Dus, ja, maar... kijk, <coughs> bij, bij de, uh, dat laatste van IMF. AMF. Ik ben ook niet te in Karel Eckhors. Ik kan hem een heel objectieve analyse maken. Maar ik heb geleerd uit het bedrijfsleven. Ik ben ook directeur van de Molen geweest. Dat wanneer je winst gemaakt hebt, ook in je eigen leven. Het is geschiedenis, is voorbij. Je moet niet meer gaan zeggen, hé, je kan leren eruit, maar je moet nu kijken naar de nieuwe situatie. Dus nu komt het eigenlijk met mensen in is het een kunst? Je idee naar overheid, je naar land, oh, je bent je In een subsidiërenood, je bent financierd. die staan aan de Want we willen koek op ze, we willen salaris, we importeert, je importeren, we willen En dit tekort je financiert. Toch? Ja. Want nu ja. zie je het probleem. Nu moeten ze onderhandelen. Oké. Okay. En, en uh, er wordt niets daarmee gedaan. Dus die mensen bereiken gewoon niets daarmee. Wat dan? Oh ja, ja. en dat ding van Eckhorst. Dan op een gegeven moment denk ik, dan zie je dat IMF op een gegeven moment... Dus je moet nagaan, een van de belangrijkste dingen was voor IMF... was ook bestrijding van corruptie. Er is niets daaraan gedaan. Want je kan met friends family... Niks doen. Okay. Maar IMF is toch niet gek? Dan waarom gaan ze ermee akkoord? Nee, nee dus IMF ze doet het ook. Ze, die, ze hebben, nee. he? hebben oh, gezegd dat je moet de instituten moet versterken, je moet corruptie bestrijden en je moet goed bestuur implementeren. Ja, oké, okay. nu hebben we olie en gas gevonden. Denk je dat die secretaris-generaal, voor het eerst in de gezin is de secretaris-generaal van Sudan, Gieter is gekomen om iemand die de statuten verandert van de staats olie vrouw te regelen? En daarna is zijn dochter dat directeur van het club. En in navolging daarvan brusk de hele familie ook regelt. Ja. Die snapt er niks van. want die zegt: en Wat dan? Als ze Trump VP niet mag regelen, misma. Dus ze snappen niet van: hé, hey, je kan niet. Dus kijk, als het jouw bedrijf is. Nou, je zou zei je want, doe zo, hij want. Put it. Maar laat die aan of je. Maar zeg ja. dit niet wat van ons als volk. Want als ik bijvoorbeeld kijk naar Amerika, toch? Ja. Je hebt nu Trump. Ja. En ze hadden eerst, hoe uh, weet Biden? Maar die is nou ineens. Ja, ja, ja. ja, ja yeah, hersenen yeah. zijn op. Maar hoe komt het dat het leek alsof in elk land, en ook in Suriname, yeah. dat. Kijk, bij de Wollevis is het: de sterkste is de leader van de pak. Het leek alsof hier bewust wordt gekozen voor de meest

Ha, had ze hem uitgelokt dat, dat hij een disgrace is. Hij is een heel klein, mannetje, ze hebben mm -hmm. geen respect voor hem. En die man is zo van geschrokken. Ik begon te zeggen dat immigranten, honden, honden en katten, katten en ratten, weet ik veel, allemaal aten. En toen hey. die, fa die factfinder hebben toen hem geconfronteerd met feit, hey, ze hebben net gebeld aan die burgemeester. Die man zei: Nee, ze hebben die zin nood. En hij gaat hij door, ja, ze hebben zijn hond opgegeten. <laughs> ja, maar kijk, laat u nee, u nee, nee, ik nee, nee, ik even. Hij ik... wordt niet eerlijk behandeld, want die factcheck werd niet gedaan met Kamala Harris, maar wel bij Trom. Nee, om. maar Kamala Harris, heel leuk Het vertelt waarschijnlijk daarom. En nou, zij, maar, ze hebben ze heel heleboel dingen van de die bank achter. Nou, ja, maar kijk, wat zij gedaan heeft. Ze heeft gespeeld Zij heeft het op die man. Ju juist, precies. <laughs> ja. Ze heeft die man uitgelokt, maar ze heeft niets concreets gezegd. Ze heeft nee. meer gesproken over dat ze ervoor gaat zorgen dat. De, en daar is een keer kletsen over dat ze van een middelklas komt en dat ze eigenlijk ervoor gaat zorgen dat die mensen ook uh, hun aspiraties kunnen bevredigen. Oké, okay, maar terugkomend op Trump. Terugkomend op Trump. Nou. Dat reflecteert een groot deel van het collectieve bewustzijn van het Amerikaanse volk. Dus je denkt, het is een ontwikkelingsland. Maar laten we dan gaan koekloeksklaan. Ja. Hoe kan je in het mom van vrijheid van meningsuiting zoiets toestaan? Dus je denkt niet aan mensenrechten schending. <laughs> het is gewoon discriminatie. Ja. Kijk aan lobbying, de cultuur. Miljarden gaan erin. Juist. Is ook toegestaan. Als andere landen is het corruptie. Oké. Okay. Maar dus eigenlijk is Amerika niet ver van Suriname of is het eigenlijk ja, nog erger? Dus dat wil ik je uitleggen. Maar het is, het is een beetje op een heel <coughs> ander niveau. Omdat, uh, hoe dan ook, uh, 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 het gaat om issues. Ja. Toch? Niet, niet om... Het, natuurlijk is, is, is speelt een, uh, die... Het is geen etniciteit. Die uh, cultuurverschillen spelen een rol. Maar er wordt gevochten om issues. Bijvoorbeeld... Uh, Abortus, yeah. toch? Mag je baas zijn eigen buik zijn of niet? Yeah. Dus zulke dingen. Klimaat, weet je? Dus zulke dingen en buitenlands beleid. Maar hier heb je geen issues. Hier is het gewoon, ja, awanbe, furo, be furo suma, furo moro. Ja, dus kijk, ook hier ja. reflecteert het collectief buik zijn. Maar kijk naar de Verenigde Naties. De Verenigde Naties bestaat uit alle oh, 180 landen of zo. Mm. Zij moeten het beleid bepalen. En ze zeggen altijd, als je wil weten hoe een organisatie functioneert, follow the money. Nou, je ziet toch rijke arm op de wereld. Mm -hmm. Dus de, file, de hele VN is in dienst van het kapitaal. Amerika betaalt volgens mij die huurgelden yeah. van het gebouw. Dus, yeah. het is de, de, precies, dus precies hoe Suriname in elkaar zit, zo zit de hele wereld in elkaar. Dus je gaat zien dat je verhoudingen hebt toch, tussen bepaalde groepen, rijk en arm en, 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 en gescholen, niet gescholen. Dat zie je op de hele wereld tussen armen en rijklanden. Daarom ga je nooit zien dat ontwikkelde, ontwikkelde landen worden. Tegenwoordig zie je, misschien is dat een karmisch proces, hoe juist, vooral op het gebied van sport, die landen waarop we neergekeken, althans hun mensen, het verder schoppen dan die ontwikkelde landen. Eigenaardig. Ja. En je hoort ook hoe bijvoorbeeld in de Afrikaanse landen de mensen het volk uh, beginnen te scholen om te zeggen: hé, hey, we zijn, ze zijn schatrijk in ja. natuurlijke hulpbronnen. Wij ook, zeventiende plaats. Maar we zijn straatarm op het gebied van economie. We zijn we straatarm dat? hier? Weet je hoe het komt? Nee, we hebben koeien als leiderschap. Nee, je kan het niet anders zien. Dat schaam je niet. Ja. Ik bedoel, begrijp je die domheid van deze mensen? Ja. Hou je mond dicht. Ga nooit als leider zeggen... We zijn de zeventiende rijkste per inwoner. Om een jaar, ik ben altijd... We zijn zo... Van natuur geweest en daar ben je al 50 jaar bezig. En we zijn er slechter vanaf gekomen. Ben je dan geen koe? En Al je voorgangers. Dus we hebben gewoon koeien als generaties gehad. Ja, dus nee, ben, is symbolisch. Ik symbolisch, ik, ben, ik, ben, ik ben Symbolische de... kijk niet meer op niemand. En niemand is een koe, man. Uh, 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 laat me dit, dit goed zeggen. Ik ben het niet oneens met je, on, niet oneens, weet je qua denkniveau. Dat ik soms ook kijk van, hé hey, broeder, dit is gewoon. Wat persoonlijk, twee dingen wil ik even zeggen. Naar mijn mening. Moet iemand die zo een leider wordt, moet op zijn minst ook geld hebben gezien, of mee hebben gewerkt, of zijn eigen baas zijn geweest. Want um, je, het is moeilijk om jarenlang, al heb je hoge functie binnen de ambtenarij, je werkt nooit met je eigen geld. Je betalingen worden nooit gedaan uit oh. je eigen zak. Die mensen die je ontslaat zijn nooit echt jouw mensen geweest. Ze zijn, zijn mensen die onder je zijn geweest ja, ja. in rang. Dus eigenlijk heb je nooit leiding gegeven. Gewoon cru gezegd, ik heb het over de absolute leiding. Ja. Je bent ook nooit echt geweest aan, gewend geweest aan veel geld. Dus, dan krijg je dat Prada-effect. Ja. <laughs> dus dat is een aanleiding. Maar geloof, ik wil eigenlijk wat anders aanhalen. En dat is... Je zei iets van discriminatie, toch? Ik ben er bijna van overtuigd. Of ik ben er al van overtuigd. Dat wij worden misleid. Dat discriminatie gaat om rassen. De reden waarom ik dit zeg. Wanneer je... je maar ik ga gewoon een ja. voorbeeld aanhalen. Wanneer, je, wanneer een vrouw s'avonds naar een Chinese winkel gaat, op de hoek, en ze ziet een man met bijvoorbeeld drie gouden tanden, vlechten en tatoeages ja, ja. overal, dan begint ze al van: migado, die man is gevaarlijk en hij moet in mijn buurt komen. Als hij er wat vraagt, begint ze al in de auto te stappen, toch? Diezelfde, diezelfde man is nu twee jaar later NBA-speler, verdient 200 miljoen, en hij staat nog steeds op diezelfde hoek. Want hij gaat bezig met is. Wanneer hij die vrouw gaat parkeren, rent ze naar hem om een selfie te maken. Het liefst gaat ze nog met een verkeering met hem aan. Maar het is diezelfde persoon. Ja. Yeah. En ineens ziet ze zijn kleur niet meer of hoe je eruit ziet. Ineens is het, jongen, die vlechten zijn trendy. En misschien moet ik ook een tatoeage op mijn wang zetten en zo. Dus voor mijn gevoel is het een illusie dat men het heeft over racisme, steeds met de ras. Dus we hebben het wel in Suriname steeds over naino Staan en de donkere man en bla bla. Maar uiteindelijk gaat het om geld, voor mijn gevoel. Kapitaal. Kijk, als we even weer het voorbeeld van Amerika, het is een het ontwikkeld land. Ja. Uh, wat eigenlijk onderscheiden de Democraten van de Republikeinen? Dus Kamala Harris in dit geval en Trump. Uh, kapitaal omdat die republikeinen, zij willen altijd belastingvoordelen geven aan, dingen, aan, aan, aan uh, die grote bedrijven. Mm. Dus in het, in het Engels noemen ze het een trickle-down effect. Dat betekent, het is, ze hebben de mensen geïndoctrineerd om te denken, als die grote bedrijven meer geld krijgen, dat het gaat doorsijpelen. <laughs> Toch? Uh. En ik, ik propageer juist... Uh, uh, die, hoe heet het, trickle-op-effecten, Op. je? Van onder naar boven. Of nee, het is omgekeerd. Yeah. Oké. Okay. En uh, nou, als je nu kijkt naar Tsunami, toch, om datzelfde voorbeeld te geven, uh, die, de, dat, dat rassentiment wordt gebruikt om die aanhang te behouden. Omdat bijvoorbeeld bij elke vergadering. Wat heeft je cultuur te maken met de politiek? Want dan komt er een Koelieband, of een black band of een Japanees band. Weet je, dan gaat men ook in die taal spreken. Dat is één. Maar nu komt het. Wat kost een verkiezing? Miljoenen dollars? Ja. Toch? Want je gaat met vliegtuigen overal. Uh, je moet petten drukken, weet ik veel wat allemaal. Maar als je kijkt <laughs> naar de begroting. Want ik bedoel, OKB moet al die dingen checken. Je moet... Je moet overleggen toch? Ja. Uh, niemand betaalt contributie. Eigenlijk, als je geen contributie hebt, heb je ook geen stemrecht. Klap. Maar om de lol uit mijn neus, alles is korrekt. <laughs> en, en, uh, uh, dus hoe kom je aan dat geld? Ja, maar je maar kan verklaren, het nee, altijd een nee, Ja, en ik weet hoe het komt. Ja. Het zwart, we gaan niet zeggen hoe, maar we weten, het zwart geld. Ja. Want, uh, oké, okay. uh, waarom heeft nooit in de hele geschiedenis als je één integer persoon had gevraagd om een wet te maken die de financiering van politieke partijen transparant maakt. Want zolang die wet er niet is, heb je eigenlijk witwassen gelegaliseerd. Klopt. Dus oh, wat chronisch witgewassen, maar dat leg ik uit. IMF gaat niet meer moeilijk doen. Want ze denken: hey, take money. Fijne. Was hier nou ze kijken niet meer naar de terugbetalingscapaciteit. Olie. Maar olie en gas. Wacht hier ah. nog? Wacht daar. niet. FID. Investment decision toch? Ja. Yeah. Uh, maar dat komt deze maand heb ik begrepen. Nee 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 komt dat komt. Maar is dat bijna Is dat Apache apartje Nee dus wat ik toevallig weet, uh, ik zit ook in die oh. sector, is uh, nu beginnen echt moves te maken. Uh, waar me vroeger informatie vroeg. Uh, nu wordt er echt van, oké, okay, nu moet je stuk echt beginnen in te dienen. Alles ja. rolt al. Die, 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 die ballen rollen echt al. Je yeah. begint men echt van, dit moet je in orde hebben, dit moet je in orde hebben, zo, zo, zo. Die inschrijvingen zijn al. Ik hoop dat je gelijk hebt. Nee, maar ik zeg je dit betekent dat we sneller armer gaan worden. Want kijk. Mensen weten niet wat er gaat gebeuren, okay, alle huizen gaan dus duur zo, worden. Oké, okay, neem het voorbeeld van Antwerp zelf. Kijk, en, uh, okay. hoe komt het dat er armoede is? Je hebt, je hebt een term wat heet greedflation. Greed betekent hebzucht. Ja. En flation komt van inflatie. Ja. Dus door hebzucht krijg je inflatie. Die inflatie, hoe komen we daar koers lager op, maar de prijzen hoog? Die inflatie is, komt niet door uh, een economisch beleid. Het komt door diefstal en verspilling. Want kijk, neem die stroomrekening. Mm. De overheid betalen. Voor alles moeten betalen. Staatsolie buit een EBS uh, uit. Dus met die, uh, die, die winst die ze maken op uh, die elektriciteit die komt van yeah. de dam, toch die generatoren, de salaris van die mensen, ze hebben bijvoorbeeld met 600 mensen te veel in dienst of extra in dienst genomen. Het volk moet daarvoor opdraaien en op een gegeven moment al die prijzen, uh, government tekens bijna. Het zou worden afgeschaft van 50% van de prijs. Maar hoe je dat is, Nee, je. Je betaalt <laughs> voor alles. En dat heeft weer een effect. Want die ondernemer moet ook meer betalen voor elektriciteit. Alles wat die ondernemer met privé, wordt doorberekend yes. in de prijzen. Dus wanneer je niet de corruptie wil bestrijden, wanneer je geen diesel wil, wanneer en, en, en hoe bestrijd het? Waar begint het mee? Hoe kan je straffeloos stelen? Nogmaals, friends and family. Dus als je corruptie wil bestrijden, moet je. ...het hele bestuur van het land gaan vervangen, volgens mij. Sowieso ben ik dat met je eens. Er moet een rigoureuze verandering komen. Maar waar, wat, wat je hebt me net wat aangehaald. Dat ik, eigenlijk is het systeem dan zodanig opgebouwd... ...dat de mensen die zich niet willen houden aan de wet... ...aan de macht kunnen komen. Want je hebt geld dat niet legit is. Precies. Je kan campagnes voeren. Wanneer je aan de macht bent, heb je de politie en de militairen... ...die zien dat je verkeerd bezig bent en weigeren mm. om te handelen. Want ik ja. heb ook veel agenten als Martin zeggen altijd, waarom arresteer je die man in die parlementariër of weet ik Want we weten allemaal dat hij dit en dat doet. Ja, jullie zien het zelf. Wat, nee, ja, maar hij is mijn baas. Nee, de o -M, o -M is de baas. Maar ja, zij doen niks. Nee, maar... Je, iemand struut gewoon zien, geld openlijk. Ja, maar je ziet het gebeuren. En ja. je weigert het. Ja. En daar heb ik iets van, verdienen wij dit niet? Omdat wij als de zoog... Want nu als je een gegoede burger bent, word je eigenlijk... Op, in mijn worden die periode genaaid. Ja. Precies. Nee, je <laughs> hebt het heel mooi gezegd. Dus eigenlijk het politiek bestuurlijk systeem beloont het kwade en dat... straft uh, het ik, goede af. Goed heb je. Het is ja. beter verloren. Juist, juist. Wanneer, dat heb je gezegd. Daar gaat het om. Ja, want precies. Maar het lijkt er niet meer op. Het is gewoon zo. Ja. Maar ik geef een voorbeeld, toch? Want het openbaar ministerie is eigenlijk zogenaamd de baas van de politie. En zij zouden onderzoek instellen. Ik bedoel, ze, le ze leven binnen de realiteit. Zoals je dat is het niet weten. Ja. Baby's gaan dood. Mensen klagen over dat het komt door negligence, een veronachtzaming. Yes. Ga we onderzoek instellen? Er wordt geen onderzoek ingesteld. Maar je ook wel een generator van 20 jaar voor een half miljoen dollar. Ja, <laughs> precies. En, en die minister van Volksgezondheid. Dat ja, is, is altijd anomie. <coughs> Mijn god, begin een beetje medeleven tonen. Begin te gaan dat je spijt dat, dat zoiets nooit mag gebeuren. Heb je dat, die man dat ooit gehoord? Nee. Is niet gevoelens voor geen empathisch vermogen? Dat empathisch vermogen. Ik heb een keertje een onderzoek gelezen over. Ken je het verhaal van um, 2030? Dus nee, nee. dat. Uh, you own nothing but you will be happy. Ze uh, so willen ook de wereldbevolking verminderen en alles. Ken je het, het is in 1960 volgens mij geschreven of so, door een groep miljardairs. Nee, nee. Maar wat ze hebben gezien is ook, want je hebt steeds over het empathisch vermogen en alles. Dat wanneer. Er meerdere generaties zijn van mensen die opgroeien in werelden, in heel veel wilden. Hun wereld is geen weerspiegeling van de rest van de mensen die er bestaan. Dus voor hen is het ook niet mogelijk om empathisch te zijn. The devil wears Prada. Ja, op de manier. Dus wat je zegt van die aardzetten, dat is nu een... Dat is getheoretiseerd, maar dit is nu onderbouwd door dat onderzoek ja. van Hartverdrag, waar ik het over heb. Dus uh, het heeft te maken met inderdaad perceptie. Belevingswereld, dat is het. Kijk, een politicus, hij denkt dat ze over iets praten, dat is opgelost. Een dus mensen snappen dat niet. Kijk, heb je niet gemerkt dat wanneer met mensen praat, iedereen eigenlijk het goede zegt? Gewoon op straat. Maar de realiteit is precies het tegenovergestelde. Hoe komt dat? Okay. Je hebt iets tussen een papegaaien in en internalisatie. Dus je kan het weten, je kan het zeggen, maar je beseft het niet. Kijk, we spraken net voor het programma over wat we allemaal hebben meegemaakt en hoe we eruit zijn gekomen. En dat het belangrijkste is toch? En, over, en, en dat, 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 dat begint met je spirituele reis, maar yes. daar komen we straks op. Mm -hmm. En. Uh, ik ben dit trend of sorts kwijt. Uh, je ja, had het over uh, papegaaien. ja, je kan papegaaien, maar je beseft het niet. Nou, wanneer je het beseft dat en je beleving is weer zo, dat je automatisch in, ze noemen dat paradigma, in die trend gaat handelen. Uh -huh. toch bijvoorbeeld. iedereen praat over karma. Uh -huh. maar als je karma beseft <laughs> Boy, hy hy alle lewe. 'n soort assembly so het ons op somal takkar, maar soort politieke leiers het. De men pred de mekar garot. Dat is men my... lie. <laughs> nee. Bin al die droksel aan kerkies en die kolieën, 'n kerkie in die Osse. Dis da dis die believers hier alles. Dan het ek ja God, met God se geluk. Dan word ik eerder al wel eens meer onder de met dat je me Ja, maar ze hebben het Gods geluk. Maar Zaten heeft ook favorietjes. Hahaha. Iedereen begrijpt het. geluk. We noemen het technische internalisatie. Ja, maar iedereen begrijpt toch geloven, ja, maar niemand durft te geloven dat de duivel oké hard werkt. Dus dat vind ik grappig. Ja. Oh. Um, karma. Ja. Je zei iets van Afrika en zo. En ik heb laatst tegen iemand gezegd. Kijk, karma werkt ook langzaam, huh? We gaan ook een beetje op de spirituele toer. Okay, yeah. Uh, wanneer je kijkt naar de kolonisatoren van vroeger, de kolonialisten, no? ja? Ja. ja, ja, kolonisatoren. Uh, Europa. Die zijn vroeger naar andere landen gegaan en hebben die mensen hun systemen helemaal kapot gemaakt, hun leven zo orders. zijn ze rijk geworden. Juist, ja. dus eigenlijk rovers. Maar goed, nu komt het. Ze zijn op een gegeven moment weggegaan uit die kolonie, maar ze hebben iedereen het paspoort gegeven. Want ze willen nog steeds power hebben eigenlijk. Ja. Weet je dat nu als je gaat naar Frankrijk, Engeland, Amsterdam, Rotterdam, waar mm. je ook gaat in Europa, je komt geen Europeanen meer tegen. Het lijkt alsof karmatisch, mm. langzaam door de immigratie, en nu zijn ze ook allemaal geboren in Europa en zo, stooten ze nu de Europeanen uit hun eigen huis. En letterlijk implodeert, Frankrijk implodeert, Italië is de K, Spanje is de K. Langzaam maar zeker zie je gewoon dus dat die landen op een andere manier, want we hebben het over karma... Zo zie ik het althans, dat is het helemaal fout gaat. Hij ziet het, juist in de landen waar Afrika bijvoorbeeld leven nu de meeste miljonairs, leven de meeste biljonairs op dit moment. Nee. Ze hebben zoveel geld zelf dat, soms zijn die wegen stuk, dan kunnen die Ferraris niet daar rijden toch? Ja, dan staat, staat die eigenaar voor de club, dan wordt die Ferrari op een sleepwagen gezet. Dan rijden ze met die sleepwagen langs die club, check hem, that's my Ferrari. Hij wil gewoon weten hoeveel geld hij heeft. Ja. Dus ik zei dat het goed is. Maar ik vind het wel leuk om te zien dat nu uh, wat onderin is, komt nu naar boven. Ja, ja. En omgekeerd. Ja. Uh, ik denk dat wij dus ook een zware karma hebben als land. Kijk. Uh, ja, ja. ja zeg die, 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 ik, ik heb gelezen dat uh, die Europese landen en ook Amerika zijn rijk worden door drugs. It Als is je so. kijkt naar Miami, toch? Er werd er veel handig, ze hebben veel aan drugs gedaan. Miami. En, en ja, ja dat, zo zijn ze rijk geworden. Mm. En dat ze nu uh, uh, eigenlijk de ontwikkelingslanden aanvallen, omdat ze niet willen dat die ontwikkelingslanden die achterstand inlopen. Ja, toch? Want wie zijn de consumenten? Niet die ontwikkelingslanden. Ja, ga je maar weg. We, we <laughs> hebben gevochten, is die ezels? We <laughs> hebben gevochten voor het Sudans paspoort. Ik heb, ik heb geleefd in een tijd, toen vette Henk Aron. Toen hij en ze. Hij was, ze waren in die tijd bang dat we meer dollars zouden hebben dan, dan een SF. <laughs> Zo'n periode was dat. Yeah. Oké, okay. om weer op het karmisch proces te komen. Je, je, je hebt het zo uitgelegd. Oké. Okay. In mijn perceptie yeah. van de essentie van spiritualiteit heeft karma al plaatsgevonden. Wij moeten ons zuiver van karma om te kunnen herontwaken tot onze spirituele aard. Hmm. Het is juist andersom. Het heeft daar plaatsgevonden. Oké. Okay. Uh, hoe, hoe kom ik daarbij? Juist. Oké. Okay. Uh, elke godsdienst heeft. Is op schrift, men noemt het de exoterische kant. Mm -hmm. En het is. Je hebt ook gewoon. dat je. de wijze waarop je het beleeft. dat heet de esoterische is kant. Mean, yeah. En zo zie je bijvoorbeeld. zeg maar. het Mohammedanisme. De esoterische kant. de belevingskant. heet Soefisme. Sufi, het Jodendom. Mm -hmm. heeft de Kabbalah. Het Hindoeïsme is sowieso. Uh, esoterisch. Zelf in het Christendom. ouder dat heet het hisagasma of zo. So. Je weet toch? Uh, het Koninkrijk Hemelen. Uh, kom niet door te zeggen, zie hier of zie daar. Want voorwaar, voorwaar, ik zeg u. Het koninkrijk hemelen is in u. Toch? Oké. Okay. En wat leert de esoterische kant van alle godsdiensten? En ik heb toevallig dit boek meegenomen. Ik had het in 2000 had ik het uitgegeven. Mm, en dat is en hier. Ja, ja, dit is de grootste gemene deler van uh, de... Die psychologische theorieën, de godsdienst en de kwantumfysica. Dus ik heb gekeken wat deze uh, grote doctrines gemeen hebben. En die, de esoterische kant, dus de mystieke kant van alle godsdienstleerlingen is hetzelfde: dat het leven is een kosmische droom hm. En uh, als we ontwaken, gaan we beseffen dat het een droom is. Dus op basis daarvan kan je zeggen: karma heeft plaats van. Nou, hoe gaat dat? Oké. Okay. Het komt de persoonlijke belevingen, belevingen van, die hebben ze opgetekend, toch? En, en mensen hebben het met elkaar verleken. Maar de mensen, heeft de negen, het moment dat je spiritualiteit, wat je aan ons aan voor perceptie, die staat dat die okay. We kennen toch de massafiance hiërarchie, behoeftenhierarchie? Je weet toch, je hebt je fysiologische, ja, fysiologische behoeften, daar kom je aan, je behoefte aan sociale, tot je komt bij zelfverwerking. Mm -hmm. Nou, het is ook door observatie, toch? Het geldt ook voor de hele mensheid. Zeggen we ja naar nou, perceptie? Nee. Later bleek, het, is, het was alleen voor uh, de Westerlanden, toen is David Pinto gekomen met een uh, andere behoefte-hierarchie voor ontwikkelingslanden. is min of meer hetzelfde, maar bij die ontwikkelingslanden, daar speelde meer saamhorigheid bij elkaar horen, een grote rol dan zelfverwerking. Daarom zie je die kuddedieren dat effect. <laughs> Zo kan je het verklaren, David Pinto. Oké. Okay. <laughs> Uh, terugkomend op, op die spiritualiteit. Dus zij vertellen dat het is een kosmische droom is. En als je bijvoorbeeld kijkt... Laten we kijken naar de... Uh, dus ik zeg je al dat, wat die uh, esoterische kant van God vertellen. Laten we kijken naar de kwantumfysica. Mm -hmm. De kwantumfysica is het onderdeel van de natuurkunde... die zich bezighoudt met de kleinste deeltjes. De subatomaire deeltjes. Voor de kijkers en luisteraars. Dus als je iets verdeelt... Alles kan je verdelen in heel kleine delen. Dan krijg je moleculen. Die moleculen kan je weer onderverdelen in een kern. Dat bestaat uit protonen en neutronen en wat eromheen zijn elektronen. Die kan je weer onderverdelen in kwarts, magma, zo maar zomaar door. Ja. Dat zijn de kleinste delen. Oké. Okay. Wat is gebleken in de natuurkunde? En dat accepteren ze. Ze kunnen het niet begrijpen, maar ze accepteren het wel. Oké. Okay. Wanneer je een auto rijdt, dan weet je op deze plek was het 100 kilometer. Op die plek was het 80 kilometer, toch? Dus op elke locatie, elke plek, heb, kan je een andere snelheid meten. Ja. Op dezelfde snelheid. Nou, oh. bij een kwantumdeeltje is dat niet het geval. Of je kent de plek, of je kent de snelheid. Je kan nooit beide tegelijk meten. Hoe kan dat? Serieus? Ik zeg je, wacht even, dit is pas het begin. Yeah! Okay. Ja. Nu, het blijkt dat het heeft, dat eigenlijk, dat kwantumdeeltje is gek hoor. Ze accepteren maar je kan het ook niet begrijpen, want we hebben een artsenreferentietakket, toch? Binnen onze zintuiglijke beperking, onze artsenreferentietakket, kunnen we toch ook bepaalde geluiden niet horen die er bestaan. We kunnen bepaalde ultraviolet ook niet zien. Dus er is nog zoveel op de wereld die wij niet kunnen waarnemen, toch? Normaal binnen onze artsenperceptie. Oké. Okay. Eh. Uh, het blijkt dat een, 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 die kwantumdeeltjes, het is een golf, dus je weet niet waar het is. Yes. Dus het moment dat je het meet, dan stort het in, dan wordt het een plek. Luister dan. En als je het weer niet meet, wordt het weer een golf. Dus men heeft toen een experiment gedaan. Men is uh, die kwantumdeeltjes, ze hebben uh, lichtdeeltjes genoemd, ze noemen het fotonen. Hmm. Ze hebben zo'n klein gaatje op een, een bord geprojecteerd. En dan zagen ze alleen maar golven. En nu hebben ze een kijker gezet om te kijken wat er gebeurt. En dat zijn alleen maar puntjes. Dus nu bleek dat als je kijkt naar die kwantumdeeltjes, ze dingen worden. Als je niet kijkt, zijn ze er niet. Wacht even. En uh, dus dat, dat noemen ze een uh, wave particle Een dual, golfdeeltje dualiteit. Dus eigenlijk waar het op neerkomt, is dat we Theoretisch, als we allemaal zouden slapen, zou het universum nu bestaan. Want je zou alles kunnen verdelen. Nou, dus dit, dit, is, dit, dit is wetenschap, is niet van mij. Nee, ja. nee, ze zeggen zelf, sterker nog, uh, ja. we is heel ver gaan, maar wat hier in die rabbit hole zeggen: gegaan, dan gaan we lekker door. Ze ja. zeggen hetzelfde, de Indianen, omdat zij niet bewust waren van schepen en de blanke man. Dat ze die, man pas hebben, die mensen pas hebben gezien toen ze echt voor ze stonden omdat als jij geen realiteit eraan zet, of, of als je nog niet ready bent, ga je het niet zien. Ja. Begrepen? Want het moet zichzelf gaan manifesteren. Ja, ja. Dus daarom vind ik het mooi dat je het hebt gezet als kosmische droom. Dus. Uh ik snap je wel, laat me ja, zo dus dus, dus, dus het zo moet zich manifesteren, ja, maar eigenlijk, maar kijk, kijk, alles is energie eigenlijk. Ja, ja. Dus wanneer je het ook dat, iets gedaan te geeft, dan ja, gaat het zich dus manifesteren. is informatie toch, Klopt. energie informatie. Uh, is, die energie heeft informatie inhoud. Oké, okay, maar, okay. maar nu, dus dat <coughs> zie je, hoe natuurkundigen... Dus, dus het, dus, het punt is dit. Het is niet te begrijpen, ja, dus. een voorbeeld. Nog niet? Nee, ik denk het niet, want je hebt ook wat ze noemen de lengte van plank. Door de lengte van plank is dat je kan een deeltje, je, je, je kan niet kleiner worden. En die lengte is 1.6 x 10 tot de min 35ste. Dat is de lengte van plank. Dus je kan niet kleiner worden, want anders weet je waarom niet. Je krijgt een zwart gat. Een zwart gat betekent, de zwarte kracht is zo groot, dat uh, zelf licht niet doorheen komt. Je hebt een horizon, de rand. Uh -huh. Dus daar weet men, ik, ik kan het niet zien toch? Dus het is niet meer dat je het gaat, gaat zien. Maar ze hebben nu met een, die, die, die nieuwe telescoop, daar kunnen ze bijvoorbeeld, wanneer dat ding een uh, hemellichaam op Hoe zeg je dat? Op slorp. Op slorp, ik hoop dat het waar op Goed is. Hoor. Dan, uh, op Of op eet, dan zie je straling toch? Dus zo mm. kan men weten dat het er is. Maar men gaat er vanuit, dat binnen elk sterrenstelsel, je een zwart gat hebt. Maar fijn, dus dat, dat zie je waarbij natuurkundigen nu. Want je krijgt nu een quantum computer, uh -huh. toch? Want wij werken met 0,1. Dus ik begrijp er niks van, maar ik zeg gewoon iets <laughs> na. Mensen moeten denken dat ik zo intelligent ben. Dus je hebt 0,1. Ja, en deze is niet <laughs> 0 of 1, dit is 0 en 1. Oh. Dat is quantum computer. Ze begrijpen het niet, maar ze werken ermee. En ze, dus dit is de aard van die microscopische werkelijkheid. Dat is de aard. Maar zie je. Wanneer het gaat om natuurkunde, zeg je niet, ja, is perceptie. Maar het hoort ook over spiritualiteit. Oké, okay. nu gaan we naar bijna dood ervaringen. Ja, Bij bijna dood ervaringen is gebleken dat we mensen klinisch dood zijn. Vroeger, mensen zijn levend begraven. Vroeger, ja, weet ja, mensen, ja, in zijn gevallen zijn begraven. Je streeft ja, ge... van ja, ja. in, in die, die, die doodkist. Ja. Oké, okay, maar toen kon men niet. Je, je kon schijn dood zijn, toch dan? Yes. En, en men, men had geen apparaten die zo gevoelig waren. Oké. Okay. Ik heb ook een fles hier ergens. Oh goeie Mag, wel, mag dat ik, wel, Je, wel. Weet. je <laughs> bent zo attent, hoor. Echt dat je keek. Wel wel nee nee, <laughs> ik wil bij jou <laughs> ah, op bezoek komen. ik? zo ik? op <laughs> Boy, is je ziet dat met Fergino, waarom <laughs> ik alle lezingen Mooi jaar, mooi jaar. Uh, uh, ja, uh, uh. dood. Nee, nee, wa wa waarover? Uh, Clinisch dood. Mensen zijn... Ja, Ja, die klinisch dood wakker. Yes. Dus, maar nu kan men, nu kan men het uh, meten. Uh, men kijkt naar je hersengolven, uh, je hartslag gaat. Ik weet niet, misschien je huid, elektriciteit en zo, warm te noemen. Maar... Dus jongens, klinisch dood. En uh, wanneer ze gereanimeerd gere worden, weer het leven komen, dan kunnen ze je. Uh, alle lange verhalen vertellen. Soms na een paar jaren pas kunnen ze vertellen. En uh, ze kunnen bijvoorbeeld. Stel je voor. Iemand is. Dus ik praat nu over uh, onderzoekingen die plaats hebben gevonden, die zijn geresult Onder andere Pim van Lommel, als mensen het willen googlen. Bijna doet ervaringen En. Uh, wat ze die interviews hebben afgenomen. Soms pas na een paar jaren, natuurlijk zei die hersenen kon mm -hmm. niet vatten, en soms tegelijk. <coughs> bijvoorbeeld die persoon is blind, yeah. maar kan een aanwijzing later, als ze uh, 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 bijvoorbeeld iets niet konden vinden, zeg maar, kunstgebied, yeah. van waar het was. En kan misschien met gestes komen zeggen wie daar aanwezig is en wat ze gezegd hebben. Yeah. Weet je? Dus ik weet niet hoe ze het communiceren. Oké. Okay. Dus hoe kan dat? Want, uh, ze voelen zich meestal vrij en gelukkig en dan plotseling voelen ze zich weer gevangen in een lichaam. Maar het punt is, op dat moment heb je geen ik bewustzijn, je hebt geen ego, je hebt niks. Dus zonder, zonder een uh, lichaam, zonder je ik bewustzijn, heb je toch het gevoel dat jij het bent. Vreemd toch? Wacht even. Er zijn andere personen die op een gegeven moment gereanimeerd zijn, komen tot het leven. En dan zeggen ze bijvoorbeeld, oom Eddie is dood. Yeah. Dat ik moet nee, oom Eddy is niet dood. Want om Eddy heeft juist net gebeld om te vragen als je niet bij zou komen, dat hij een ticket zou bekomen te maar Hij zei, nee, Om Eddy is dood. Zei, wacht, wacht, wacht. Ik bellen op, ja, oom Eddy is dood. Ja, ja. Want hij heeft oom Eddy ontmoet. Dus deze verhalen die ik vertel zijn niet mijn verhalen. Het zijn observaties en interviews die door de geleerden zijn en wereldwijd. Ik ben Want, zo blij dat je dit hebt aangehaald. Ja. Yeah. Want er zijn ook boeken daarover. Nee, ik praat voor die boeken. Ja, van nee, maar er zijn mensen die over de hele wereld zijn gegaan. En het grappige is dat eigenlijk een universeel verhaal wordt verteld bijna. Bijna allemaal Dat wil ik we je bijna... net vertellen. Yes. Er is een boek, volgens mij was dat Dr. Kubler-Ross. Het is van uh, het het was van de jaren 60. Ja. Die had gewerkt met Turmel Iber, maar ze was bang. Ja. Maar waren... alle verhalen waren hetzelfde, hè? Ja, ja, ze waren bang om het te publiceren. Hmm. En, en, en uh, het punt is, je kan weten dat het waar is, omdat niet iedereen, ik denk 40%, maakt het mee. Maar als iedereen mee kan je zeggen: ja, het is misschien een hersenspinsel. Maar als maar een deel meemaakt niet. Oké, okay, dan wil ik je vertellen. Langs dat is het verhaal. Nu ga ik je vertellen over mijn perso persoonlijke belevingen. Okay. die ik heb meegemaakt. Hmm. Ik heb niet meegemaakt. Dat ik uit mijn lichaam ben. Ik heb niet meegemaakt. Ik heb wel meegemaakt. dat plotseling mijn lichaam verstijfde. En binnen een fractie van een seconde kon ik bijvoorbeeld zien met mijn oren. horen met mijn ogen. proeven met mijn neus. en dan mijn lichaam smolt weg als een kleed. En. ik was. Een, dus ik was en ik hoorde ik ben. Ik moet goed opletten. Nu begrijp je wat ik zeg, omdat je weet dat je weet. Hmm. En dan komen vragen bij je op, je zoekt dan verklaringsbedellen. Wanneer je het weet, zelf wordt, dan weet je het wanneer je weer bij je komt. Je weet dat je het geweten hebt, maar je weet het niet meer. <laughs> nee, maar dat maak je mee. Oké. Okay. Yeah. Want ik was, ik ben. <coughs> yeah. Dus nu kan ik het. Dus, het is een veelvoud. van een een seksueel orgasme, maar zonder lichamelijke correspondentie. Wacht even. Dus nu weet je, ik ben eigenlijk, oké okay, hé, hey. ik heb me spiritueel, ik ervaar, dus niemand kan me meer zeggen dat kosmische droom is, oké, okay. los van die andere mensen die natuurlijk 10.000 jaar geleden dat verhaal op schrift hebben gesteld, hè. soms vaak poëtisch, oké. Okay. En. Uh, En ik heb geleerd uit de psychologie, dat is heel makkelijk hoor, om ik te, niet, niet dat je het gaat ervaren, maar om je in te denken. Bijvoorbeeld je zegt, ik ben dief, uh, ik heb een vrouw, ik heb kinderen, ik interview Roy Bikari Wie is ik die die vraag stelt? Zie je? Als je dat dan vraagt. Dus, want je ik, je ik is dan niet je lichaam, want je zegt, ik heb een lichaam. Ja. Weet je, dus ik, en als je het ervaart, is het gewoon je spiritueel zijn, oké. Okay. Mijn psychologie transpersoon psychologie. leert met je ook. Je ego is de projectie van je ik en je persoonlijkheid. Dus ik weet, mensen zeggen. deze dingen zijn bekend dus. Ja, en is het ook je dat je niet uit je praat Het Dus, je, mee, je, mee, dus lees, alsof, alsof je er een, een poppetje in, in je hoofd zit en je bestuurt bij me. Je, nee, vat, nee, 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 ik heb het meegemaakt. Yeah. Wel, het is niet dat ik <coughs> iets moet onthouden toch. Ik, ik vertel je over mijn leven. Het yeah, yeah. Is toch leuk dat yeah. ik het meegemaakt. Oké. Dat is één. Dus nu, maar dat is nu theorie, praktijk. Want ja, ik kan al dingen zeggen. Dat ga ik je vertellen over het boek. Mm. Maar ik kan me niet indenken. En nu komt het. Ik heb jaren geleden, twee jaar geleden, gezegd nee, ik wil er nog niet bij je komen. Klap. Omdat ik, ik wist niet. Ik weet je, als ik bij je kom, moet ik echt onthullingen doen. Ik wil je dingen vertellen die je nooit gehoord hebt en die niemand nog weet. Mm. Want ik had in een journal altijd gezegd, ga niet ja. alles vertellen. Ja. In een journal, oké. Okay. Dus, en uh, nu, 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 nu heb ik een idee wat het is, dus dat ga ik je vertellen. Precies datzelfde wat ik heb meegemaakt bij mijn, ik ben ervaring, heb ik ook gehad. En ik doe meditatie, dus dan moet je een bepaald geluid herhalen. Ja. En daarna doe ik chakra. Dat is ongeveer anderhalf uur per dag. Lang hoor, al tientallen jaren. Oké. Okay. Uh, ik ben toen, soortgelijk, weg, prettig gevoel, maar ik ben dat geluid geworden. Dus je chakra? Ja, dus dat geluid dat ik citeer, dat ben ik geworden. Mm -hmm. Dus precies zo ik ben, ik ik ben, maar ik ben, maar ik ben maar zo. Dus ik was dat geluid. Kan je dat beter uitleggen? Omdat ik namelijk ook transcendental meditation doe, dus ik wil weten hoe ik. Hoe, okay, hoe, okay. leg, leg uit. Oké. Okay. Dus daar ga ik okay. ook eentje van meegeven. Ja, dus ha, ja. Ha, ja. Nee, is toch prettig? Prachtig, prachtig, ja. dus prachtig. Dus je, je, je smelt weg? Ja? Maar, uh, dat, dat ben ik. Dat geluid dat ik zeg. Dus ik ben dat geluid. Ik herhaal het en ik ben dat geluid. Ik ben niet bewust dat ik geluid ben. Het moment dat ik bewust werd van, sorry. Ja? Het moment dat ik bewust werd van, maar ik ben, of ik werd bewust van dat geluid. dat, 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 het dat, dat dan kom je weer. Oké, okay, dus oké. Okay. Maar wat heeft dat me geleerd? Dus dat zal ik je vertellen. Ik heb hier 2,5 jaar laten wachten voor dit interview. Mm -hmm. Maar ik heb. Dit wat ik je nu vertel, ik heb het geschreven op wat mij was, wat voor pagina, pagina had 57. 57, had ik je gezegd hè? The, The Ghost Travel. Mm -hmm. Heb ik dat geschreven, dus het heeft 24 jaar geduurd voordat wat ik geschreven heb om het te beseffen. Ik vertel je dan over, ja. dat je heleboel dingen kan zeggen, je kan het niet eigen, maar dat is daarom wanneer jonge mensen hoort praten, neem ze die kwalijk, die politici karma, het is nog niet geïnternaliseerd dit heeft wat ik zelf heb onderzocht en geschreven, heeft 24 jaar geduurd, wat ik je zo meteen ga vertellen. Maar het mooiste van alles is, is dan, geloof je dan ik geloof wel in kanaliseren kan en dat je gechanneld wordt, dat je tijdens het schrijven dan een ingeving hebt gekregen, dat je niet eens weet zelf hoe je erop hoe bent. Hoe je dat boek er allemaal van begrepen. Juist. <laughs> Naar dat boek is uit te geven, ja. is die extra van me vermoord ik zou het niet aanhalen. Oké. Okay. Stel je voor dat ik heb het boek niet geschreven Het drama. Ik, dat de conclusie van het boek is. Dat door begeerten. Je weet ik zei van greed, vlieg, mm -hmm. hebzucht. Door begeerten, dus hebzucht gedreven. creëer je weer een drama op de wereld. Begrijp je? Wat zorgt voor rijkdom? Wat zorgt voor uitbuiting? Wat zorgt voor gebrek aan empathie? Hebzucht. Ja toch? Je leeft in een ander belevingswereld. Toch? Ik heb er over Goldman Sachs. Hij heeft het nooit beseft. Heb zucht, je wil steeds meer hebben. Je kan eens opmaken, maar je wil een fortune komen. Hey, mensen, wat ga je met 20 en 30 miljard US dollar doen? Of 1 miljard? Ja, ja. En, en dan leef je nog zo zuinig. Ja, dan ga... Je kan ook geen acht steeks per dag eten, dus wat ga je op een gegeven moment doen? Nee, precies. Mm -hmm. en, en, en ben je dan gelukkig? Dit had je geschreven voordat je ex was Dit is. ja, dus. Ja, nee, en. Uh, wacht, ik kan je nog meer vertellen. Zij heeft me geholpen, en, dus bij schrijven en zo. En Julio moest al die woorden voor me zoeken. <laughs> Daarom kent hij die dingen, maar dat is nog een keer. In, ja, lang maar, nog geen nee, Ja, maar ja hij komt daar. Ja, nee, iedereen komt daar. Laten we alleen naar hem kijken, laten <laughs> we hopen voor die, onze politieke leiders. Dat is beter, want hij is hopelijk niet in de politiek hoor. Oké. Okay. Het hmm. heeft je geholpen, Ja. Uh, zij hielp ook bij me. En bijna vier, vijf keer zijn die waarop we, Die tijd had je een disk. om vast te laten, is gecrashed. Hmm. Flappy disk? Ja. Het oh. is iedere keer crashed dus het. Dus soms dacht ik, boy. En daarom zeg ik ze kost kom zo op die spiritualiteit, uh, hoe dit gegaan is, toch? Oké. Okay. Dus, dit is allemaal gebeurd. Ik ben daar gegaan. Een traumatisch ding. En op een gegeven moment. Marlène Harris en zo. Zij waren ze was bij me. Want wij waren vroeger een associatie. Ik had een associatie voor behoorlijk bestuur en liberalisatie. Politie is plotseling Want ze dachten dat uh, iemand anders was betrokken, een buurman. Dus, politie is om te weten waar die persoon was. Enzovoort, enzovoort. En. en uh, Marlène zag kijken van wat er buiten gebeurt. En dan was ik alleen. Ik zat. En ik dacht bij mezelf. Boy, zal ik doen? Dat ga ik je vandaag vertellen. Plotseling was ik gewoon ergens anders en ik zag hoe alles wat ik meemaak, als een puzzel in elkaar zat, al lang gebeurd was en toch is het tijdloos. Huh. Dus wat ik E, dus ik heb tijdloosheid al ervaren. Dus wij denken in termen, mag nogmaals, van oorzaak, verklaringsmodellen, uh, 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 tijd, tijdtoestand. In dat andere referentiekader, wanneer je het zelf wordt, je 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 niet meer van bewust. Je wordt het, dan ben je onderdeel van alles geworden. Wat er, wat er ook mag zijn. Van conscious en als je onderdeel van het alles bent geworden, dan ja. stel ik geen vragen meer. En dan is die kosmische droom. Spacetime, tijd en ruimte, maar het is toch tijdloos. Maar je kan je niet indenken, omdat wij dat niet kunnen vatten. Dus alles wat we meemaken zit in tijdloosheid. nog even. Maar als het tijdloos is, betekent er ook geen ruimte. Want bij die Big Bang is de ruimte ontstaan en uh -huh. tijd. Maar tijdloosheid heeft geen ruimte. Uh -huh. <laughs> dus eigenlijk, en wij kunnen no. ons niet indenken wat niets is. En eigenlijk mag je het ook niet uitspreken. Want als je zegt niets, is er ook iets. Klap. Je mag ook niet uitspreken iets, dat is absoluut. Want zo kan je moet je mond dicht houden. Oh mee scher, hoe weet je dat loud gezegd. Hey, die weet, zweet. Dat is goed, dat poep, ja, zo nog. Maar even, hey, die weet, nee, nee. zweet. Okay, dat is, lelijk, ja, okay. is echt Goedemiddag, goed? kijkers. Voor <laughs> hey, mensen, is een extended version. dus uh, op tv. Ik zei dat dit nu stopt, daar komt deel 2, maar wij gaan even verder. Uh, ik heb je ja gezegd: van nou, gaan we even ja, door. Ja, ik weet, ik versta niet alles wat je zegt. <coughs> ja, nee, maar, ik heb gemeld, want het is ja. op een uur, maar we gaan, door, we gaan gewoon ja. door. Um, ja, dus ziet dus, uh, uh, dus tijd is dus, oké, okay, het is dus niets. Oké. Okay. En nu komt het. Dus nu denk ik: hé, mooi. Mimolau, maar dan ben ik Kabbalah. Kabbalah, dus iedereen beschrijft kosmisch, de eigenwijs, de kosmische ze praten allemaal over. Over hoe drie werelden bestaan, subtiliteit enzovoort. Maar de kabbalah, dat hij met ideeën geeft, zegt dat je een negatieve ruimte hebt. Wat is een negatieve ruimte? Ja, leg uit. Ik weet het niet. Je kan je niet indenken. Dat is juist. Je kan je ook niet niets indenken, toch? Klopt. Dus, je maar je Dus, waarschijnlijk, je dus waarschijnlijk, bedoelt hij met negatieve ruimte, die negatieve ruimte is in niets... Ja, dat is het is tijdloos. Kijk, het moment is. Je kan niet iets hebben dat tijdloos is. Alleen niets kan tijdloos zijn, want tijd en ruimte zijn één. Big Bang, tijd en ruimte. Je mag ook niet zeggen natuurkundig: wat was er voor? Want ervoor bestaat niet. Nee. Tijd en ruimte zijn ontstaan. Ook dat, one, dat was er niet. <coughs> maar je mag, je mag wel zeggen. Vraag hoe is het ontstaan? Dan kan je zeggen dat is dat punt, maar hoe is dat punt ontstaan? Ja. Yeah. Oké. Okay. Dus eigenlijk, wat is onze perceptie van het universum Big Bang? Is een, een, een normaal zou je zeggen een evolutie, ontwikkeling van die kosmische droom. Maar wij spreken van involutie, verwikkeling, ga je zeggen, waarom? Je gaat er nu vanuit, dat is niets. Mm -hmm. En we hebben al gezien met bijna drood ervaringen bij en, uh, die meditatie, dat eigenlijk je ook geen ik-bewustzijn hebt. Je hebt niets, maar je weet toch dat je er bent. Oké, okay, dus je bent er in mm -hmm. het niets. Mooi hè? Maar dat is geen ik-bewustzijn. Ja, je mind fuckt me helemaal. Dus ik zit nee. helemaal. Dus nee, toen nee, je me in... vertelt, zit ik van. Ey, fuck. Ja, ja, ja. ja, ja. oké, okay, ga door, ga door, ga nee, door. Dus, dus je bent er, maar uh -huh. je hebt niets. Yeah. Ja. Je, 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 je hebt geen ik, toch? Je hebt mm -hmm. niets. Oké, okay, je bent er. Dat vond ik mooi. En we hebben geleerd. Kun je niet meer gezegd heeft, hoor? Oh. God heeft ons gemaakt om hem lief te hebben en niet om hem te begrijpen. <laughs> ja, maar begrijpen lukt niet. <laughs> dus je moet er uitkomen. Had Ik vind even die ik niet vertellen. Mm. Dat ik geschreven had en het niet snapte hoor. Mm -hmm. <laughs> dus, die vier... dus ik kan je hier, hier dat verhaal komen vertellen. Maar ik zou je voor de gek houden. Want het is, het is ja. gewoon theoretisch. Ik heb het onderzocht. Maar nu, nu weet ik wat het is. Dus een... Uh, dan probeer ik nu mijn ghost travel te onderbouwen. Oké, okay. we praten over dat Adam en Eva, toch? Mm -hmm. dus ik denk dat het een uh, figuurlijk was. Dus dat je er misschien de ratio en emotie of zoiets in zou domineren. Daarin. Maar belangrijk vond ik <clears throat> dat ze van alles mochten eten behalve. Van de boom des kennis des goeds en des kwaad. Mm. Is dat wat het hoort? He? Mm. Zesde klas, torenmiddel, vijfde <laughs> klas. Ja toch? Yeah. Ai. Nou, God heeft ons gemaakt om oh, mijn liefde hebben niet begrepen. Dus je bent er, je houdt van God. Oké. Okay. Ik weet niet hoe, want we kunnen ons dat niet eens indenken. <laughs> maar op een of andere manier. Misschien niet boom des kennis. Dus, want je hebt geen kennis van die dingen, toch? die dingen bestaan niet, je bent absoluut, je bent er, je hebt geen ik-bewustzijn. Dus, ik vermoed hoor, precies diezelfde stomiteiten die we hier hebben, precies die koeien die hier zijn, en die ezels, precies zo waren ze daar. Maar wij maken er naar analogie mee fysiek. Ja, ja, ja. Rest, zodat we ons kunnen zuiveren van die shit die we hebben uitgehaald. <laughs> dus we zijn allemaal even slecht. Dat is nog altijd meer nonsens. <laughs> ja, toch? Oké. Okay. Ons ja. waren we niet op aarde. Want als we inderdaad de wereld zo zijn, zoals jij en ik dat wensen, dan hoeven er geen aarde te zijn. Ja, maar dat hoeft ook geen problemen te zijn op aarde, nee, nee, alles hebben we, heb we gekregen. Nee, 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 maar, nee, dat zou aarde niet zijn. We zijn juist om ons die dingen aan te letten. Oké, okay, maar ja, ik, ik, voor ik een loop journey. vooruit, ik loop vooruit. Ja, je bedoelt, we zijn hier voor een journey, dus daarom is de aarde hier om die ervaringen te op te doen. Dus, dus ik ja, maar we lopen vooruit, want nu zijn we bij de aarde. Ja. Oké, okay, maar nu, nu komt het. Dus nu begin je, ik weet het op een of andere manier, ik denk, kijk. Het universum is, als een mensen spreekt van multiversum, is even oneindig. Je weet niet of er daarbuiten. We well, weten niets. Mm -hmm. Mensen vragen wat is daarbuiten en zo. Het deed uit. En, het is een wonderbaarlijk dat een ontploffing 13,5 miljard jaren lang kan. <laughs> Doorgaan. die kracht nog doorgaat. Ja, was we ze in, in elkaar gestort. Of enfin, Laat het maar. Dus ik denk dat dit het manifest is van de Heilige Geest. Wat doen we hier? Ik bedoel, nee, nee, je bent aan ervaren. Nee, je wil toch... Iedereen wil begrijpen toch, het doel van het leven. Ja. Oké. Okay. Waarom? Precies, dat wilde je hebben. Dus toen je dat wilde hebben daar, om datgene wat je lief had te begrijpen, vermoed ik, dan moet je toch een boos bewustzijn beginnen te... Ontstaan van wie wil begrijpen. Want je weet, zonder ik zijn, wist je dat je bestond, heb ik ja, al gezegd. Ja, ja. Ik was mijn manter geworden, mm. toch? Dus ik heb geen ik zijn nodig om te weten dat ik besta. Okay. Dus wij moeten leren om dingen aan te nemen. Precies zoals we in de quantumfysica dingen aannemen, moet je leren om dingen aan te nemen, maar we willen begrijpen. Dus niet begrijp dat. Inbouwwerk zijn en ik denk dat je zo met je ik als je misschien dat, dat, dat je een correspondeerde etherisch universum ervaart. Ik denk dat je daardoor kan door je ego-project, persoonlijkheid, uh, misschien komt het astraal tussen in het hindoeïsme. En daarna je fysiek bewustzijn korst, met je ego, de wereld. Mm -hmm. Want je weet, als je mediteert en je hebt geen ego, dan heb je geen lichaam. Dus, dat, dus jouw perceptie wordt bij elkaar. Als wij subatomaire d'etjes konden zien, de lengte van plank, zou de wereld niet bestaan. En als we dieper zouden gaan, dan zouden we niet zijn, toch? Zwart gaat. Klopt. Dus je kan het theoretiseren, maar ik vertel je de praktijk. Oké. Okay. Dan ga ik je nu, dus nu weet je het, vermoedelijk, heeft dat proces. En dat is die karma. Uh -huh. Dus die karma heeft al plaatsvonden. Maar ik vermoed als we. dat je in elk stadium iets geleerd kon hebben, dan misschien. En misschien heb je daardoor engelen of mensen die ons kunnen helpen. Dus yes. ik vermoed dat zo. Maar ik denk dat het meer geestelijk is. Dus als, ik heb toen geleerd om te kijken van. Hey, ik had uh, een boek gekregen van mijn tante. Het heet. Autobiografie van Paramahansa Yogananda. En in die tijd had ik ook een boek van verborgen van Paul Brunton. Dat was ik was toch tiener. Dus zo was ik al in de mystieke wereld. Ik begreep er niks van, maar <laughs> ik had die verhalen wel gehoord. Ja. Maar nu wat ik je vertel. Ik kan je vertellen dat de meeste mensen een zijn. Yeah. En ze vertellen je op verschillende. Ik vertel je wat ik heb meegemaakt. Yeah. Wat? Dus ik, 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 ik wil je uitleggen waarom je niet dingen moet leren te begrijpen. Want je kan het nooit begrijpen. Omdat je het zelf wordt. Wanneer je het bent kan je... Het bestaat niet. Want je bent... Wanneer je het wordt ben je het al. Er komen geen vragen op, je hebt geen verklaringen, is iets anders. Maar je gaat niet meer weten wanneer je artsen Je kan het niet vatten wat je al geweten had. Wacht even. Mijn dochter was negen jaar oud toen zat in Alegria. Ik was vrijgezel, die tijd. Ik weet dat dagdroom je. Hmm. Boy, kijk wat ik nu ga vertellen. Het is een heel andere tijd geweest hoor. Ik dagdroomde. En op een gegeven moment zei mijn dochter: Papa, kom er weg gaan. Ik zei, ik wacht op jullie om te eten. Ze zegt tegen me, dat is negen jaar. Nee, pa, je dag droomde, dat een, uh, we naar huis zouden gaan. En je zou een dame op een fiets zien. Dat agenda zou vallen. Je zou het appenrappen en terug voor de brengst. Zo zou je dat leren kennen. Letterlijk had ik dit in mijn hoofd. Nou, hoe kan mijn dochter van negen dit veranderen? Waarom moet ik het begrijpen? Serieus? Ja. Heftig. Dus nee, de reden waarom ik vertel, ik heb je over kwantumfysica verteld. Ja, maar je, je neemt het ja de ja, Precies. Ja. En deze intellectuelen zijn ook koeien. <laughs> nee, ze gaan met mathematische theorie. Ze begrijpen niet dat dit een heel... Dus je leert in de, de wetenschap filosofie hoor. Daar heb je wat ze epistemologie. Uh -huh. Epistemologie betekent, er is een relatie tussen... Wie, wie jij bent, wat je wilt weten en wat je nog gaat kunnen weten. Toch? The knower, de race tussen de knower, de known en wat kan be known. Dat nee. noemt men epistemologie. Epistemologie. Ja. Okay. En dat andere woord is ontologie. Wat is de aard van de werkelijkheid? Dus eigenlijk moet je uh, je epistemologische invalshoek overeenstemmen met je ontologie. Want dan weet je, waarom je wat je weet dat het juist is. Oké. Okay. Is ze is gewoon dat maar. Ze is, ze is een nee, je ja, hebt huis, maar huiswerk, joh. Want ja. dingen, er zijn een paar dingen die je niet nee, zeker wil ja, ja, nee, maar begrijp. Dus <laughs> ja. dit, is, dit, is, dit is, gewoon de theorie ja, van wat er is. Maar dan denk je, al deze geleerden en die mannen dingen, en geloven in God en zo. Ze esels. Dus je ziet die dingen gebeuren. Je wil verklaren en er is een krachtige inhoud. Het zit er zo. Luister. Toen er niets was, want je weet in de kwantumfysica, je kan niet meer gelijk dat je gaat een zwart gat krijgen. Yes. Maar het moet er zijn, toch? Mm -hmm. Misschien zijn we zelf een zwart gat. Oké. Okay. Dus als dat niets is, dan is er ook geen informatie. Want die informatie: er is niets. Ja. Yeah. Niets betekent absoluut we moeten zwijgen. Ja. Yeah. Oké, okay. jij hebt die ontwikkeling gehad via ik, ego, met de universen. We zijn tot hier gekomen. Nou, accepteer wat er is. En, en dat doe ik. En als je dat met je leven doet en je, je leert die innerlijke stem ervaren, dan gaat je leven alleen bestaan uit dankbaarheid. Kijk, ieder mens krijgt precies wat hij of zij doet, los van je intenties. Maar je krijgt de consequentie erbij. En omdat je, als je die. Maar sommige mensen ze denken, ze gaan die consequenties gaan ze uitleggen en verklaren. En dan gaan ze rustig door op dezelfde weg. Maar het zijn, het zijn de richtingwijzers van je leven. Toch? Ik heb zoveel dingen mee. Ik denk dat God een beetje humor heeft. Ja, het is 100%. 100%. Ja. 100%. Je? 100%. Dus uh, het zijn die richtingwijzers, dat moet je accepteren. Dus eigenlijk is het grappig hè? We doen alsof spiritualiteit een apart ding is. We ja, zeggen, we zeggen is... wel, we hebben een, een lichaam, mm -hmm. we hebben een geest, en wat geest bedoelt, we hebben een denkvermogen. En we hebben ook een geestelijk leven, dat bedoelt het spirituele leven. Toch, kijk, wij kennen drie bewustzijnstoestanden: we kennen wakker zijn, we kennen droomloze slaap en we kennen de slaap. Nou, droomloze slaap, kan dit ook? In de slaap. <laughs> En die droom. Soms heb je heel lucide dromen, toch? Ja. Dat je wakker wordt in een droom. En ook al ga je het opschrijven, na een week kan je niet meer vergeten. Dat is maar een droom, dat is de grens. Laat staan als je verder gaat. En wat ik je wil vertellen, dat ben ik vergeten. Hoe weet je dat wanneer je een meditatieve ervaring hebt, dat het geen droom is of hallucinatie? Ik zeg waarom. Wanneer je het ooit ervaart. Dan is die werkelijkheid duizend keer echter dan wat we hier zeggen. Dit is dof. Dus dat is dat moment. O, oh, nee, Dat nee, is nee. dat moment hoor. Dat het dof is dof. Uh. Dus niet dat ik het nu als dof want Ik kan die dingen niet meer voor de geest halen. Dus zo je, denk je. Boy. Wat we allemaal gaan missen. En soms zie je die mensen gaan denken. Boy. Amai liepa. hier is sekslief. Amai. Ik ga mediteren. No. Was dat? Nee, nee. Ik mediteer maar. Maar ik kan mediteer om een gevoel dat hij. They... Juist, maar Ik vind het heel. Toeval ik toeval bestaat niet, maar nu snap ik ook waarom wij altijd kon connecten. Ik doe wel vanaf, ik had een concentratieprobleem als kind. Ik uh, denk dat het te maken heeft gehad met. Uh, ik was. Uh, Aangehouden in het binnenland tijdens de uh, bezetting. Van de toucayanes en alles. Mm. En uh, ik had ook maar een keertje met een wapen onder mijn bed. Uh, roof. Op jonge leeftijd. En daardoor um, sliep ik s'avonds niet. Mijn bed is nog steeds ook een meter van de grond. Mm. Als ik thuis ben, moet ik direct onder mijn bed kunnen zien. Yeah. Uh, dus op een bepaalde leeftijd heeft mijn moeder me naar TM gestuurd. En daar heb ik... Ja, TM. Uh, het was uh, op Zuid is het. Bij het centrum. En daar heb je dus die foto's ook waar die mensen leviteren, toch? Ja, yeah. juist. Je kan happen ook Je kan hoppen, noemen ze het ja. Het is niet als in een je blijft, maar je, gaat, je oh. springt. Dat je eventjes zwaarteklaag loslaat. En op die leeftijd had ik het gezien en je durft er niet over te praten, want je denkt helemaal, de zo ik denk dat ik me lauw. Yeah. Ja, maar, je Juist. Maar ik heb dus jarenlang TM gedaan, af en aan, af en aan, af en aan. En nu komt het. Uh, een paar jaar geleden was ik op stuur meer. Ik ben dus op het strand gaan zitten en ik, ben, ik heb ook mijn mantra. Hmm. Ik mag het niet zeggen. Nee, dat is, TM. Nee, ik, ik TM. Juist niet, maar iedereen heeft zijn eigen nee, mantra. ik weet het. Ja. Omdat je die, die reis meemaakt binnen je spirituele Precies. leven. En als je het zegt, dan kom je weer naar buiten. Ik mag niet te veel daarover zeggen. Je moet zelf naar die TM-cursus gaan als je het hmm. wil weten. Uh, maar anyways, er was dus een moment dat ik mezelf zie gaan uit mijn lichaam. En dus gewoon, ik voel me zo. Dus ik ben niet eens bezorgd of zo, je weet toch? Op een gegeven moment was ik dus eigenlijk bijna een beetje aan het rondreizen boven het meer. Ja. En ik kon alles zien, al die eilanden en zo. En ik denk dat ik een paar uren weg ben geweest. Wat je, wat je zegt, oh. je hebt niet door hoe lang het nee, tijd lang en alles. Ik weet niet hoe lang. Ik weet nee. wat ik heel lang weg ben geweest. Ik ben weer gaan zitten. En daar heb ik het nooit mee gehad. Maar ik bleef maar zoeken daarnaar, want ik dacht van boy, dit is een ervaring, wat je zegt. Had je je lichaam zelf gezien? Dat zeg ja, zeker toch. Ik zag mezelf weer naar binnen gaan. Het moment dat ik ervan bewust was, was het eigenlijk een het momentje terugtreed. Snap je? Ja. Uh, en nu, dus een dag voor de... Ik had een keertje een grote bek, zoals altijd. En toen heb ik gezegd, ga op straat. En mijn vrouw maakte zich zorgen, iedereen maakte zich zorgen, want toen begon dat organic grapje van ons op het uh, onafhankelijkheidsplein. En er kwamen mensen kwamen met oppassen, bedreigingen, zo, zo, bla, bla. Toen dacht ik: Weet je wat, laat me even in meditatie gaan. En voor mij ben ik dus weer uitgetreden en ik ging dus boven de atmosfeer. Uitreding heet het inderdaad. Uitreden, ja. Boven de atmosfeer, boven de planeten. Ik kwam ergens, tussen de planeten eigenlijk, heel raar. Ik vertel het en ik vertel mijn ervaring, wat, wat die meditatie doet. En mijn vader is overleden, en die man zit bij me daar zo. Ik heb me nog nooit zo rustig gevoeld. Ik, heb me, ik was zo so chill. En eens wat hij zei is, dan hey, brother, het no komt helemaal goed. Je werkt met je hart. Weet je, zo'n pep talk. Morgen komt helemaal goed. Niks gaat je overkomen. Het woord vrees heb ik niet meer. Daardoor. Omdat je weet dat je geen lichaam hebt. Je, 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 je geest van, van dat mensen. Jij nog boe man. ik wat moet gebeuren, zal gebeuren, broeder. Ja. Ik zei net als je me klapt dat ik wegga en ga zeggen: dankjewel. <laughs> je weet toch? Of je andere wang kreeg. Oh, ja. <laughs> <laughs> ik wel. <ben. laughs> maar uh. ik was helemaal niet meer bang. Het is zo'n rare ervaring. Maar je durft het ook niet te delen. Het is niet raar. Nee, okay. niet raar. Het is zo niet. Allerdaags, laat ja. me het zo zeggen. Hij is ook niet iets waarmee je naar iemand kan gaan. Hé, hey, kan je je voorstellen? Dus zij rekenen hem samen. Mifri, Abra de Eilat, Mishi Allahzang. En het grappige is, terwijl ik op een meer was en ik was toen aan het varen. En ik dacht van, Misha'a Sanisba. Hoe kan ik het hebben gezien? In flight. En wanneer ik vaar, dus daarvoor heb nee. ik het dan gezien. En wanneer ik ga varen, want ik, ik ben gaan zoeken naar die plek ja. natuurlijk. ik dacht ja maar. Ja, en links heb ik al daar was geweest. Ja. En meer is even goed als Utrecht. Ja, ik dus herkennen, ik ken ja, ook. Ja. ook al heb ik geen uiteringen het kan voorkomen. Het kan voorkomen. Heel die déjà ja. vu ervaring heet dat. Juist, op nou ja. een glitch in de systeem. Nee, <laughs> het, ik, ik ken, ik ken uh, meerdere mensen, ook een zwaar van we die dit meegemaakt een paar keren. Uh, er zijn mensen, er was een hele jonge dame, die het ook vaker meemaakte, maar ze werd bang. Want iedere keer als ze weer in haar lichaam kwam, je terugkwam, weg, nee, voelde ze zich van persoonlijkheid veranderen. Kijk, oh. je hebt iets moois gezegd. Je hebt gezegd, er is geen toeval. Dus je moet goed opletten. Die ghost travel van ons, die kosmische droom. Uh, als we allemaal in niets waren, dus niet, want we, we bestonden in niets. Mm -hmm. Dan, de reden waarom we het verwikkeling noemen, omdat we steeds grover werden, toch? maar het is eigenlijk een ontwikkeling voor ons in ons ja. artsreferentiekader. Dat betekent als je een zaad neemt en je krijgt bloemen eruit. Het is, begrijp je? Dus er kan geen toeval zijn. Het feit dat ik hier met je zit, is ook geen toeval. Ik ga je, nu ga ik je laten zien. Dus, omdat ik zei al alles wat je meemaakt heb je al meegemaakt, maar spiritueel. Alleen is het tijdloos. Oké? Okay. Kijk naar je eigen leven. Ik weet niets van je leven. Nu ga ik je iets vragen. Voor naar je TM ben gaan, uh -huh. had je toch een. Mis, je had an, bepaalde ambities. En er moeten dingen gebeurd zijn, verkeerd gebeurd zijn, die je denkt van. Eerder dan. Nou, Minst zo contrapassie. Na TM Zijn je ambities aan het veranderen. Uh -huh. Toch? Dus je hebt. Ge, alles wat je gedaan hebt, heb je gekozen. Je kon kiezen om het anders aan te pakken. En dat is waarom je hier op aarde bent. Dat is je zuiver van karma. Dus je krijgt die dingen die hebben, hebben al lang plaatsgevonden, gebeurt weer, maar je hebt nu een keuze om je anders op te stellen. En nu komt het, dan heb je dat opzetten. En wanneer die weg nu opgaat, want nu kies je voor die spirituele weg, toch? Je hebt denk ik, gezegd, hey boy, Luxami make me, alibi spiritueel, we gaan alibi staan. Weet je? Dat, dat, dat gaat je nu vormen. En men zegt ook, en nu ga je zien een heleboel vreselijke dingen gaan met je gebeuren, hmm. kunnen gebeuren. God geeft kracht naar kruis. omdat je al gekozen voor de spiritueel, dan ga je een versnelling krijgen om je te zuiveren en te herontwaken tot je spirituele aard. Dus is eens een man dat ik jongen, alles ja, ik is geen passie, maar je gaat zien dat je je attitude is al gewijzigd. Je weet we bestaan allemaal. We zijn bij elkaar. Het, dit is voor ons een realiteit. Ja. Dus we moeten uh, 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 kosmis en een mystie, uh, in een mystiek toch, het mystiek oogpunt, uit een mystieke perceptie, weet je, het is anders. Maar je realiteit. Gek voorbeeld. Als ik je nu onder hypnose zet mm -hmm. en ik geef je ijs en ik zet het is vuur, brand je echt geen kreeglaren. Joey, heel als, als ik je teken, wacht, <laughs> Onder hypnose en ik geef je vuur en ik zeg het is ijs, brand je niet? Klopt. Oké. Je kijkt welke fight of welke voetbal, oneko zie. Ik kom en ik ga bijna naar de nek hem ik ga de vijf poriën in En zon en bakken ze erin en ik doe bonnakie. Onkel, zo dom. Ik lekker spij voor de Arabier, voor echt. Want die man was de domste gevecht wat ik gezien heb. En alles zit ik aan Slifta. Precies van. Frans en gaan, betekent ik, de slag van man. Sodibo ik weet als dat. niet klopt. Maar ja. Dat is het dus. Je moet zelf kijken of het klopt. Jouw verhaal. Dus wanneer je teruggaat in je leven. Kijk wat je vandaag bent. Je zit nu met mij te praten. Ga naar waar je vandaan bent gekomen. Dan ga je zien... De kleinste dingen die je hebt meegemaakt, wat je nu bent, is precies de optelsom. Ik heb ook een keer meegemaakt. En alles wat ik meegemaakt, geldt voor ieder persoon, toch? Ja. Want, okay. En ik heb meegemaakt waarbij ik weet dat op elk moment alles van je perfect is. Voor alles perfect. Dus je moet dat gewoon accepteren. En ga gewoon door met je leven. Er kan niks met je gebeuren. Is die droom. Je kan tikpijn, je kan niks snappen. Afsakba, alles is afsakba. Er bieden aan maar hoe je het aanpakt, hoe je daarmee omgaat, dat je hem Dus eigenlijk was dus je is, voorgeschreven. je voor kinder, je vrouw. All of you. Ja. Yeah. Dus alle was aan mijn poot, grippen hadden staan aan die. maar dat was waarschijnlijk ook gedaan die tijd toen ze met, ik waren. Wat is de meest complexe materie waarmee je op dit moment bezig so bent? Niets is meer complex. Die complexe, maar die, die, die dingen willen begrijpen, is complex. Okay. Die complexe materie is nu dat ik mijn journal-artikel geschreven, wat ik je vertel heet: The Mysticism of Spirit, Mind, and Matter. Uh -huh. Dus die dingen die ik je verteld heb, dus moet ik een, een beetje gaan onderbouwen. Uh -huh. en, ik heb gewoon al die verhalen verteld, dat moet ik gaan onderzoeken en kijken. Er is een journal van de University of Japan en het heet Philosophy of Life. Waarbij je persoonlijke belief was, ik ga voor dit doen. <coughs> ik heb in april heb ik een recept voor een nieuwe wereldorde gepubliceerd. Het heet: Is the devil dressed in greed towards a just, peaceful and sustainable world order in Taylor en Francis? En we dus, gaan nu pas beginnen met promoten van. Maar, maar, ik dus, en daarin heb ik precies die dingen, zoals ik je nu zeg, heb ik de VN van beticht. Want die. Als je kijkt naar wat de internationale organisaties doen. Wie heeft ervoor gezorgd dat de rijkste landen rijk blijven? Verenigde Naties? Want alle 189 mensen... deden. Wacht even, ik zit in... Ik ben vicepresident van de United Nations Association Suriname. Irma Lohman president. Dus ik heb een keer een lezing over decent work voor die VN mensen. Alle, ik weet niet hoeveel uh, honderden NGO's daar waren. Dat is hier een Dus de Verenigde Naties. Is niet iemand. Het zijn alle 190 landen. Yeah. Oké. Okay. Dan gaat de commissie van de Verenigde Naties ons als NGO vertellen: nadat we dus die analyses gemaakt hebben wat op de wereld gebeurt, dat we meer druk op onze leiders moeten uitoefenen om dingen te realiseren. Toen dacht ik, boy. <laughs> Dus alaan kou is doen dapper da kou take me dat me mus op en drukte pak kou voor goeie sens asem moet dat. You said Nee nee, maar, <laughs> maar toe dink ek. God, wat ek nee, wat wat doek jy? Nee nee, jy lagter om. Yeah. Maar is die waar. Wag eef. Is my net klaar. Jy het dus het WTO World Trade uh, Organization. Die help met polisië agente Om, 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 om eigenlijk die rijke landen veilig te houden wanneer er opstanden komen. Yeah. Er worden vier mensen wekelijks vermoord die opkomen voor uh, Greenpeace, straffeloos. En, en uh, om met overheden mee te werken met moordenaars. Dus dan denk je, waarom zitten die mensen er? In mijn uh, wereldorde heb ik de Suriname genomen. En kijk, good governance, good governance. Yeah. Toch niet horen, global governance, ik we niet of ze het overgenomen hebben. Maar, is eigenlijk, ja Nederland heeft dat ding getekend. <laughs> Wat was het <it> dan? <laughs> Wat was het? Wat was het? Juna, good governance, en nu no, Alakondra kon een global government, Dat heeft dat getekend. Dat zou niet kunnen opstaan. Dat was het. Dan de League of Nations, oké, oké. Mag ik je horen? Een dag na League of Nations, de United Nations, dan maak ik ILO. moet voor theorie, Sansa epsa International now. Die dingen heb ik geschreven. International Labour Organization. is een arbeidsorganisatie. En dat was, is nu 102 jaar geleden. Zij hadden in een preambule opgenomen. Dat elk land dat weigert om menswaardige arbeidsvoorwaarden te creëren. Zal een sta in de weg zijn voor elk ander land. Oké. Okay. 102 jaar geleden is je begint te denken dat als één kondre weiger voor vervoer, ver, ver, menswaardige arbeidsvoorwaarden. En staat in de weg die alle kondere vervoer uit. Globalisatie, dat wil bestaan. Ja, kon je niet zeggen dat 102 jaar geleden was. Waar ben bezig. Amikado. Maar dan neer waardig werk, jonk. En die Precies diezelfde shit. Dus elke keer komt men met een, een nieuwe organisatie. die eigenlijk wat die anderen niet hebben gedaan. of mis, misbruikt hebben om ons te pakken. de massa te pakken. en dat doen ze eigenlijk. Kudde dieren mentaliteit. Toch? Je hebt een, een passieve onderdanigheid. Je hebt, Ik heb niet op het ding gereden. want je vroeg ook al. waarom doen ze dat als kapitalen doet? Ze zien die mensen als ze kuddedieren. kudde dieren. Oké. Het blijkt. <tie> Dat, dat is in het onderzoek van Princeton gedaan: dat wanneer je minder geschoold bent, je cognitieve vermogens afnemen, dus je denkvermogen. En dat je geneigd bent meer fouten te maken. Nou, wat zie je in ontwikkelingslanden? Maar dat doen toch nog aan scoren. En tegen nog gaan scoren, je brief dus aan, want je bent geneigd om die slogans te doen. En je hebt een soort overdreven spek. En je denkt, je gaat een graantje meepikken. En dat mij doen: pakket.

Sas ja. mag kostbaar dat mij mij tak naast, dat dat mag gewoon naar bovendaan. Maar als mij kon ik december moorden, maar dan kan de man de man niet beter. Kijk, maar je er bij de man, is de man is naar gewoon ondernemers. Per de mij komt er bij de man een Ik geef familie van Per de man beslond daar pe lid Dus je schrikt er van mensen om je heen zelf. Kijk, <coughs> iedereen heeft de eigen keuze, maar waar het nu mee, waar het bij mij om nu gaat. Het gaat niet om zozeer wat die mensen doen. Ik zal de laatste zijn om iemand te veroordelen. Want ik heb net gezegd, we zijn allemaal zondaren. Toch? En ik laat iedereen in zijn waardigheid. De reden waarom ik het aanhaal, ik heb het over. Alles wat je, waarop je hebt afgegeven, jarenlang, eh, eh, toch? En eh, 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 vergruisd hebt, ga je nu aanbidden. Daarover heb ik het. Ook die mansaram, toch? Zijn, nee, nee. Dus je weet, ik ben een boer. Ik wil lopen, want ik heb het allemaal lopen. Ik heb het allemaal lopen. Ik heb het allemaal lopen. Je weet, mensen kunnen zien dat ik. Je kent me langer, met jullie mm. ben ik niet goed. De onderwerpen zijn mijn vrienden. Het interesseert me wat ze doen. We praten niet over die jullie. Mensen nee. zijn lief voor me, nee, ze beschermen me. Maar... Yeah, ja, okay. yeah. dus, uh, ja, je weet, oké. Dus de mango hits boter op tegen me. Je ziet het dan maar. Yeah.

Goeie joh, en, en, en voor mij Ingrid Beekhout, goeie joh, actie, goeie joh. Nee, maar ik laat je zien mijn banden waren. Toen heb ik aan mijn feestmars en zo. Yeah. Miki's Black Autoland, Tusha Mars en, ja. en zo. Nee, maar ja, maar, mie, mie, no, 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 no ik heb de ergste dingen in het leven meegemaakt. Alles heb ik geprobeerd. Yeah. Weet je, en ik schaam me niet ervoor. En ik heb, oh, niet dat ik het. Uh, Verslaafd, om Ik heb mijn leven bewust geëxplodeerd. ik heb bewust mijn leven opgehoord. dus ik ben het lot gaan tarten om te weten. Yeah. Weet je wat ik? Is het ergste wat ik heb meegemaakt, behalve al deze dingen? Boy. <laughs> wat is het zwaar dat je meegemaakt? Wat zeg je? Oh, ah. zeg je Ik kan je alle details vertellen, je maar. Ja. drink, mijn looptijd, ik maak koffie met pot, als ik moet koken toch, en ik maak Starbucks. En Daarmee smerik. ik.

voor een uh, dan Lepas actie één toch mijn paaien wat moet niet dan in charge mij gaan en ja we zo so, wakker man vandaan dan moet je tegen ons aan die man mantra adviseer alle mantra Niks, nee, dan ben je best wel erg warm. Je hebt pier, pier. Yeah. Oké, okay, dat wil zeggen. Je penis is vreemd hoor. Yeah. Dat was echt snel genezen. Woep, 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 woep. Yeah. Hier is, een, is ook een beetje weg, maar hier is bruin gebleven. Maar dat heeft op een gegeven moment, wie know wie not, is dus mijn neef toch? Van yeah. Apotheek Zouma. Moederfamilie, zo ja. oh, bad oh, ja, er. Oh, ja, er was nergens schaatsverband te vinden. Hmm. alleen hij had, kan je voorstellen. Dus ik moest, hij zei, niets moet je doen. Uh, gewoon niets gewoon. je jockey. Ja, je moet komen zitten een paar weken zo. Niets moet je doen. En, en mijn wang door. En wat gaat, maar ja, rak, als zei, ja raak, als dan heb je puur Maar ja, mijn wang gaat straatje. Dan eet je van mijn wakker. Weer biggie broekoe. Dat was... Dus, Samoes maakt me more, is the... hey, dat heeft, je, je, je gaat lichter over, hè? over. Oh, okay. Nee, maar emotioneel. Wat is de hardste klap die je hebt gehad? Uh, toch dat ding met je vrouw toen? Dus kijk, ga je eens, Oh ja, laat door doorgaan. Mm. Er kon er geen klappen komen, dat wil ik je vertellen. Ik had het boek geschreven, toch? Yeah. Ik heb je verteld. Toen ik. Oh ja, ik was uitlandig, mijn andere zou komen, ik had die mensen gevraagd. Uh, uh, die mensen, de ouders van die mensen uh, mochten me niet zo. Want, uh, toen ze al trouwden kwam ze bij me en ik was. Ah, broer, broer. Je weet hoe je gaat wanneer je jong yeah. ben. Dus ik heb die mensen gebeld. Hé, hier van, Je hebt een dochter, wat is it, Ambrosia? Hmm. Je wil met allemaal kinderen komen. Maar ik heb die moeder niet gehad. Ik heb die zus van die moeder gehad. I mean. Als je nog een lijk wil zien. Dan moet je nog een keer bel. Zo was het aan je. En nu vertel ik je. Ik heb je verteld toen ik terug was. Yes. Okay. Toen het. het uh, uh, je moet het goed vertellen. Want ik, ik was niet zo helemaal bij. Kan me voorstellen. Ja, het was middags en ik sliep. En ik zag Bianca. Naakt. Oh, sorry. Yeah. Maar niet uh, seksueel, maar erotisch. Naakt ze straalde. Dan lachten ze. Dus in mijn slaap zei ik er. haar, mijn slaap zei je Piri want je uh, bent altijd Noors, daar heb je het Dat had me, dat Samy en Nabucco was true, Maar ik had dat niet aangedaan, oké. Okay. Dus goed, je klopt het ook want hij logeerde bij uh, die ex van me, En ik heb z'n boy. Ik heb niets verteld over die droom. Ja. Ik zei: Bel even thuis voor me op. En zo hebben we gehoord dat wat er gebeurd was, en ze kon het niet vinden. En dat ze. plotseling die moeder gillen, ze hadden leek gevonden in dat huis en zo. Maar wacht even, je had haar in je droom gezien? Ja, en hetzelfde moment heb ik Julio gezegd: Hij komt uit <laughs> om te bellen. En het bleek dat zo te zijn. Dat wow. is, wacht even. Dus dat is gebeurd. Uh, Irma Lomang tobing is bij me geweest in Nederland. Want je weet, ik kon niet weg, ik heb je dat verhaal verteld. Ze heeft kaartjes aangemaakt. Maar ze wilde precies. Ik weet niet meer hoe oud ze was. Zeg maar, zoals was 25, die, die kaartjes aanmaken. Oh ja, ik wist niet dat ze zwanger was nog. Maar het blijkt misschien, we zeiden het ook niet. Oh, wacht even. En uh, toen dacht ik: oh, lul, Iwan Gomek. Precies 25 dat kan je niet. Toen heb je je broer misgeschreven, op dat moment. Toen heb je je in de kast gezet. Ik dacht, ik ga even naar dat is <laughs> ja. dat is niet. Wacht hier nou. Dat is een Samipsa. En, weet je wel, voor mijn gebeden, helemaal... Echt, mijn harte vrouw, want... Ik had zes assemblielieden, vertel ik je toch? Tijdens het militairbeleid. En zij was een van ze. Dus Ze kwam altijd thuis bij me. Ze ja. wacht... Die vrouw, als ze in orde gaat, vanaf uiteindelijk wacht hij me door. ik dood ben. <laughs> Muffin, doods doen. Dus dat is een traditie, dat is een Ik weet niet of je ooit het gevoel had dat iemand van wie je houdt, je heeft gelaten. Ik heb het maar één keer meegemaakt. Ja, mijn vader is hoeveel. overleefd. Met harten, oh. Je vader, hm. Heb je ooit echt letterlijk gevoel dat er een liefde in je is? Hm. Je weet, dus je weet waarover ja, ik praat, ja, ja. oké? Okay. Ook bij een relaties die kapot zijn gegaan. Ja. Oké. Okay. Ik heb het één keer, best toen heb ik dus, maar ik is dus toen nog niet hoor, want ik, ik ben gewoon uit en ben gaan lopen, want ik belde op naar die mensen. Poi, je, 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 je verwerkt nog niet. Ik heb het constant koud. Met drink zo, zo, zo Ik was me, ben ik in één week was ik zeven acht kilo afgevallen. Ik wist niet eens, want ik dat ik die vrouw van. Die periode is waas Jozef Brahim, ja, zo ja. Een god, je bent zo maag. Nee, je weet het niet. Man. Ik schreef artikelen. Ik kwam terug. En ik had voor de tweede keer. Ik, had, ik logeerde in Eco Resort. En ik zei. waar zijn die dames die hier waren? Ik vond ze mooi. Toen ik yeah. dat. Zeg wij zijn het. Ik vond, nee. <laughs> dacht. Ik, mijn mijn herkend is maar, maar zo zien. Wacht yeah. Dat wil ik vertellen. Van die leegte. Dus dan. Je moet echt alleen zijn, jou. dan heb die liefde, dan denk ik... Dat was voor ik die tijdloosheid had meegemaakt, dat was mm. nog in, in, niet lang. Boy, Dief. ik heb letterlijk en figuurlijk gevoeld hoe de heilige geest in me is gekomen en die liefde heeft gevuld. Hm. En ik heb een week lang met die heilige geest gelopen. Dus ik heb nooit meer... Ik kon, dus niets kon, me, kon me gebeuren. Zo is mijn leven gegaan. Dat wil ik jou vertellen. Maar mijn leven is niet... Dit boek heb ik geschreven. Voordat al die shit dingen. God kreeg... Dat moet je niet meer schrijven. Boek. Ja, dat is van tevoren. Maar wat je bedacht, niet zes toeval. Waarom we mm. hier zitten. En Ik vertel je mijn verhaal zodat jij terug kan gaan in jouw leven. Om na te gaan van je TM, hoe je leven is veranderd. En hoe al die dingen, dan moet je helpen, hoe al die dingen bij elkaar passen. Kijk, ik heb een boek die heet, review Reviewing Biography Jij je kan Reviewing review a Biography of Isai. Dus en daarin leg ik uit. Ieder mens kan zijn leven herschrijven. Want kijk, alles wat je in je leven meemaakt, en met je vrouw en je kinderen, is je perceptie toch? Klopt. Binnen je perceptie, verklaar dingen. Oké. Okay. Als, je, je als je perceptie, je invalshoek wijzigt op grond van je ervaringen, dan kan je heel lief herschrijven. <laughs> Alles wat je meekijkt. Dus kijk, ik heb voor dit geval kosmisch, mis, uh, het mystiek oogpunt. Ik weet niet wat bijvoorbeeld van mystiek is, boy. <laughs> Mystisch, ik weet het niet. Mm. Mag ik een uh, omdat ik altijd in Engels denk. Mag ik, mag ik geen verdriet hebben, want het is al gebeurd. Er is niets dat het niet kon. Dat betekent dat het, je het goed gaat praten, want het kon, alles kon anders gebeurd zijn. Als jij had besloten om vandaag een blauwe trui aan te drukken, ik een, een zwarte trui, dan waren we misschien niet op aarde. Begrijp je dat hoe, hoe, alles, hoe alles binnen. Uh, Ontvouwing uit dat zaad. Mm -hmm. Moet alles op elkaar, precies zoals een auto, elk op elkaar. Is. Alles in de wereld, zelfs de kleinste gedachten, is op elkaar. Je moet niet proberen te begrijpen, precies. Met daarom zeg ik, precies wat we deden, deden we vroeger met elkaar. Want kijk, uiteindelijk is de wereldsituatie een reflectie van. Hoe we met elkaar omgaan, als individuen, als gemeenschap, al, al, als, 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 als regio, als landen. Ja, toch? Als werelddelen. Dat is het. We zijn mensen. is een reflectie hoe we met elkaar omgaan. En op die manier gingen we om met elkaar. Het dus is gewoon een fysieke reflectie van wat we spiritueel hebben misdaan. Zo simpel is dat. En je zegt, er is inderdaad, mens dieper dan dat. Er kan geen toeval bestaan. Nee. Uh, iets kan niet, <toss> geen effect. Dus ik zeg, God heeft humor. Maar boi. Alleen zo'n effect. <laughs> <of>. <laughs> nee, maar we hebben humor. Nee, maar ik word eerlijk. Boi, mijn dat is natief. Maar los aan is aan.

Even, even. Ja, ja, ja. Ik weet niet of ik dit al Ik sprak laatst met iemand. Daar was meid bij klagen: van ja, alle mannen zijn honden. Dat is waar. Nee, nee. nee ze zei: alle mannen zijn dagus en er uh, uh, zijn geen goede mannen. In Suriname, toch? Ja. Dus ik misschien zijn er wel goede mannen, maar misschien <coughs> kijk je even verkeerd. Wat het vervelende is wel: cru ja. gezegd. Als ik nu sta bij een fastfoodketen achter de kassa. En ik ben een goede man. Ik heb de juiste intenties. Ik heb gewoon niet het geld. Ik heb het over die financiële discriminatie. Die sma die ik aanspreek. Ze herinnert. Her... Misschien als je, als je er een beetje leuk uitziet. Dan gaat ze zeggen. Hij is een leuke jongen. Maar sma is belangrijk hoor. Z ze, ze maken vaak keuzes op. Gaat hij goed voor mijn zorgen? Is dit in orde? Is dat in orde? Wat is zijn functie? Het heeft niks te maken met de persoon. Het zijn alleen maar exterieur... Ek, uh, hoe het, uh, externe, externe dingen. factoren. factoren. Materiële materi materi dingen. Nee, maar, keek, Geldwolven. Mefro, nee, geldwolven. Ja, maar Mevrouw bijvoorbeeld. Toen ik er keer had ik nul cent. Ja. Een goede vrouw ik, ja, ik, gaat je omhoog jij brengen? Jij bent een vriend van mijn oudste dochter. <laughs> ja, maar ik ken je. Dus een goede vrouw gaat je juist omhoog brengen? Ja, zo ik. ken je achtergrond niet. Ja, alle meisjes om je heen. <laughs> en, en je komt kiezen en je wilde niet. Je was mooi, je <laughs> bent nog steeds knap hoor. Jungle draaiende Jungle. Ik was je jungle. bang Ey. dat je kwam door bent. Ja, op een toren, maar op je toren. Jungle thing. We hebben genoeg hoor. Ja, dus mensen. Ik had vroeger clubs. Ik gaan door met die laatste. <laughs> jij lokt me uit. me uit. Nee, okay. hij was gemeen. Als ik een beetje kwam, slaap ik die deur. Bam, bam, bam. Ik hoor je, hoor, <laughs> <diep. laughs> Maar goed. Um, wat ik. Ik zei tegen die ja, dame. Ja, van, het zijn materialisten. Ik zei tegen die dame. Wanneer is het slechter met die jongen dan je Amang? Oké. Okay. Maar waarom. Waarom, waarom help je hem dan niet, op? Eigenlijk ben je shit. Ja, ja. Oké, okay, dus ik, ik vind maar, niet dat het terecht is dat mijn zo'n opmerking maar Oké, okay, maar dan. kijk Ik ga je iets vertellen. Uh, jij vertelde mezelf het verhaal van. 2030, nou? wat was het? 2030. Ja. ja, ik weet niet meer wat het is. De Great Reset. Ja, ik ja. heb je verteld over de Prada. Dat wil ja. ik zeggen: internalisatie van dingen en kennis. Toch? Oké, okay. dat is de diepgang van de dingen. Al deze dingen, allen zit erin. Die hele mentaliteit van kudde dieren, die hele mentaliteit van die republikenen, die hele mentaliteit van de keuzes van die meisjes, die hele mentaliteit van die mensen met geld zit in dit gek ding de devil is braden ga je voorbeeld geven. Dat meisje is materialistisch. Wat je vergeet te vertellen, dat die rijke mensen precies zo denken. Meggie, alles aan je dit tapijt kwijt, dan lul me. True. Zo denken ze. Oké. Okay. Arme mensen leren hun kinderen. Wat lul je die mag je toch alles? Maar, meestal verkracht worden. Maar dat, ik heb je gezegd toch? Cognitieve functies niet meer. Of als je arm bent. <laughs> en dus die, in de ene plaats, kijk, kijk, kijk. Nou, oh, dat kom ik niet door op. Ze belonen elkaar, zouden elkaar aanstaan. Die rijke man, hij denkt: geef je alles shit. Uh, alles, dus je, ik mag gaan doen, want je houd je bek dicht. Die arme mensen leren: je, geef je toch alles, houd je bek dicht. En om, je kocht niet veel, want je bent minder geschoold. En je gelooft die shit. Zie je? Hoe die elkaar je elkaar in elkaar passen. Het ja. is, geen, oh, dat is geen toeval. Nee, nee, maar kijk. <coughs> wat, ik, wat belangrijk is, wat ik je wil uitleggen. Heb je gezien? Dat die kleine dingen die je hier vertelt, dat je bijna de hele wereld daarmee kan begrijpen. Einstein heeft een keer gezegd: the universe. manifest itself is very complex and complicated the underlying reality is one of profound simplicity de wereldkeid manifesteert zich zelf as heel erg complex complex en, en, en ingewikkeld uh -huh. maar de onderliggende werklikheid is een van diep sinee je verfoeg me net what is het meest complexe besuur heb kijk niets Die ezels zijn bezig met complexiteit. Laten we gaan. Ze maken wel mooie dingen. Quantum, wat gebeurt met de mensheid? Chat, GTP, robot. Maar wat, wat maakt het van ons? Bedriegers, leugenaars, robots. Minder emoties, geen empathisch vermogen. Dat doen ze met de wereld. Dat hebben we gedaan. Precies wat je doet, is een reflectie wat je hebt misdaan. Dus als je wil weten. Hoe de boom des kennis des goeds en des kwaad. Hoe komt het. Dat we niet meer bij God zijn. Precies wat je nu doet. Ja, Daar je gaat verder van dus als je inderdaad goed doet. Dat moet iedereen zelf weten. Is, het leven is een zegen. Dat ga je na die uitzending vertellen. Dus. God houdt verschrikkelijk veel van ons. Op een heel andere manier. Mm. Dus ik, ik hoef niets te doen. je is eigenlijk. <coughs> als je. Je gaat het ook meemaken, je, je, langzaam, je, je, dus dat, ver, dat vertrouwen gaat ontstaan dat je niets hoeft te doen. En ja. niet dat je niets doet. Nee, maar wat... Hoe? Nee kijk, je, ik ben op die toon, ik ga dat ding schrijven. Dus mijn leven wordt geleid door God, zogenaamd. Dus mm -hmm. ik, ik waan mezelf toch, want dit is een waan toch. Iedereen krijgt zijn eigen waan. Het is een kosmische droom. Ja, iedereen krijgt, de ja, het, het is een grote waan, yeah. maar binnen die waan, grote waan, Kosmische waan. Je, je, hoe overleef je? Je krijgt je want Dat zeg ik, je, je kan je waan veranderen. Oké. Okay. En binnen mijn waan, zo ga ik het noemen, dan leef ik met God. En dan ben ik God iedere keer dankbaar. Dus... Je, je hebt geen idee wat ik buiten de is gaan vertellen. Van... Ik vraag me af: hoe komt het dat zulke dingen me in de schoot worden geworpen? Onverstelbaar. Dus op een gegeven moment ben ik een waar ik van. No, als waarom ben ik niet gelukkig? Mijn oma niks. Behalve als je niet meer de rekening meer. Nee, serieus. Ja, toch? is ja, toch? Ik heb wel eens iemand <laughs> mijn pensioen gegeven. Of je ja, pijn ja. me rekening Vind ik het leuk. Want ik ben op mezelf aangewezen. Dus dat denk ik. Maar. En de echt dankbaarheid wordt je vergret. Het wordt je leven. Je moet. En ieder mens kan dit doen. Ieder mens. Op elk moment kan je besluiten. Hé. Hey, ik ga in het reine komen met mezelf. En ik wil inderdaad de hele geest ontdekken. En het zit in iedereen. Wat weerhoudt ons ervan om dat in te zien? Is de wijze waarop je denkt. Toch kijk. Iedere keer praat je over het verklaardemiddelen. En ik laat je zien van. Edief. Het zit in wat. Vergeet wat ik heb gezegd. Dus Jij weet. Het misschien langer dan mij al. Ik heb je gezegd, ik heb het geschreven met 24 jaar geduurd. Ja. Dat ik erover kan praten. Dat is gek hè? Hm. Dat dat ding daar staat en dat ik je niet kon vertellen. Ik kon het aan je voorlezen, maar ik zou het niet begrijpen, ik zou niet met je kunnen zitten en dat ga ik niet doen. Ja, maar je moet op de deur niet mee maken. Ik kan, ja. 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 Ik moet dit jaren hebben amigo. ja precies. Dus, ik, maar ik, dus, wat ik wel grappig vind is dat... Of niet grappig, ja. Sommige dingen... Ik vind het vaak nee, grappig. Het is grappig ja. Ik vind dingen grappig en wat sommige mensen niet grappig nee, kunnen ja. vinden. Maar ik vind het vaak grappig ja. omdat ik iets zeg van... Ja, maar het is gewoon zo. Mm -hmm. um, je hebt een heleboel tikken gehad, toch? Dat weet ik ook. Ik heb zo ook een heleboel tikken gehad. Vaak zelf gezocht. Uh, ik ben zelf een hele vervelende jongen geweest. Eeuwen zijn allemaal verantwoordelijk. Ja, ik ben een hele vervelende jongen geweest. En uh, wat je leert, verleer je moeilijk. Dus het is een heel proces voor mij geweest. Ik weet. Vanaf je je hebt de, het een keer verteld op Dus daar heb ik respect voor je gehad. Toen, ik met was ik zelf. <coughs> en dan plotseling, weet, ik weet alles. Ja. Laat me het zo zeggen. Als je lulde vroeger, schoot ik je <coughs> gewoon in je gezicht. So, als je? Als je me lulde vroeger, was ik, kon, ik, kon ik in staat zijn om je in je gezicht gewoon te schieten. Yeah. Daar was ik vroeger. Yeah. En heel donker. Enorm donker. Eigenlijk een, een zwart kijker, Eigenlijk 180 graden van wat ik nu ben. Yeah. En... Um, Weet je hoe geweldig je bent? Weet <laughs> je hoeveel respect je afdoet? Nee, nee, ik grap niet. Maar, maar goed, dank je wel. Ik waardeer het. Maar waar ik naartoe wil gaan, is dat toen ik die wijziging heb gebracht in mijn leven... Het is begonnen met Shirley Bagan. Ik ben begonnen met haar. En uh, past-life-therapie hebben we gedaan. En ik doe ook pranic um, healing en al die healings hmm. en TTM alles. Ik heb, ik heb een hele journey gedaan. Weet je dat wanneer ik nu zit op een balkon... Een vogel gewoon naast me kan komen. Je rust. je rust, rust. Maar overal dus. Ook als ik bijvoorbeeld bij Torarica ben. Ja. Of op Kammerwee. Dat maakt niet uit waar. Ik heb laatst meegemaakt dat er een vogel in een boom was. Een grietje. Ik ben aangelopen en ik heb hem tegen zijn buik zo gedjoekt. Gewoon om te kijken als hij weg zou vliegen. En het beest is niet weggevlogen. Ik heb je gezegd. Boy. Ik heb je gezegd. Let's say. Je moet niet. Je moet niet proberen te begrijpen. Het zijn richting Het Het haalt alle twijfels weg wat er bestaat en wat je niet begreep. Dit is wat er is. Begreep je? Dat zeg ik. De boom des kennis, Het is wat er is. Hoe ga ik ooit begrijpen hoe mijn dochter precies is wat in mijn hoofd zat? Acht ja. jaar. Ik wil het ook niet begrijpen. Omdat, begreep je, dit is binnen je aardse referentiekader. Dan moet je begrijpen om te weten. Maar je ziet zelf, al weet je het, je begrijpt het niet. Want het is niet geïnternaliseerd. Nee. Want dezelfde dingen die je weet, je past het niet toe. Anders zou je alles begrijpen. Begrijp je het maar? Het duurt langzaam. En de ene er is omdat je het wil begrijpen. Je moet het niet begrijpen. Je moet het. Ieder mens krijgt een aandacht Ik heb mijn tijd in mijn leven gehad. Omdat je vertelde over die vogel. Hm. Ik weet niet waarom ik het deed. Ik maakte kleine propjes en ik kon op elk moment een vlieg zelf slaan. Op elk moment, ik zweer, een paar dagen lang kon ik het doen. Mevies, dat is dan binnen nooit, jong. Maar ik wist ook niet waarom. Ik, je, je bent een beetje angstig, maar je denkt: Oké, okay. maar dus ik heb nu geleerd om, om het te accepteren. En, en, en ik weet niet waarom het jou overkomt, dat moet je zelf weten. Ik vermoed. Ik vermoed dat, het, uh, dat je misschien nog niet die 100% die spirituele keuze gemaakt hebt. Nee. Dat je misschien eventueel twijfel, maar in ieder geval, die vogel, die vogel, het is geen boodschapper. Het is ja, niet om je eten te fluisteren, nee. maar het is een bewijs hoe je... Want mijn spiritualiteit betekent dat je één woord in ik, ik, heb, ik, ik weet niet, ik heb het niet gehad. Maar je krijgt glimpses. Mm. Want bij alles wat je toen je uitzicht... Het is een glimps yeah. van wat het is. Maar je bent nog steeds in de buitenwereld. Mm. toch Het is nog geen... Het is een ander soort ervaring. Het is die bijna dood ervaring. Maar die een, uh, spirituele ervaring is wanneer je... Dus niet dat je uitzicht, maar dat je lichaam... Dus dat je zelf dat je lichaamloos bent. Mm -hmm. Maar ik denk dat die vogel... Toen eerst gaan en te laten zien van... Ey, je eenwording met de kosmos... Dat ieder mens wat dat ik kon, die propjes idee, kon iets maken, maar ja. jij, dat een voel, dat Toch, het is wonderbaar. Ja, ja, gewoon, pap, ik heb hij is niet weggevlogen Nee. En je echt naar me van, stap stap. Nee. Ik ben nee. weggelopen toen. maar spiritualiteit zijn die wonderbaarlijke dingen. Kijk, <coughs> kwantumfysica is wonderbaarlijk. Ja. Weet je, die kwantumfysica zeggen dat. Iemand die zegt dat hij het begrijpt, begrijpt het niet. Ja. Nee, echt. Dus als je het niet wonderbaarlijk vindt, dan begrijp je het niet. Je begrijpt, dus kijk. Als je het wonderbaarlijk vindt, dan begrijp je het. En begrijpen betekent in dit geval. je nog verklaart. Ja. Ja toch? Gewoon. Mm. <laughs> is en, e. is get, dat is het. En, ei, Dankbaarheid. Is dat is Dankbaarheid, yeah. ja toch? Want. je kunt. je neemt vieren voor een zee. je externe van. Oh, God, dat me. Dat gevoel. dat gevoel van. e. Dat niemand meer van je kan houden dan die Heilige Geest. Dat die Heilige Geest, dat je in feite, je bent in die Heilige Geest. Je bent niet erbuiten. Je waant je erbuiten. Je waant je lichaam. Maar denk je dat je dus al deze dingen, wil, daar wil ik naartoe komen. Hm. Denk je dat we al deze dingen juist hebben ervaren om dit te kunnen begrijpen? Nee, dat is dat juist. Zo'n zware ervaring. We, we, we zijn juist? Hoe zijn juist? <coughs> Uh, verwijderd ervan, wat karma heeft daar al plaatsvonden. Uh, alle dingen die we uh, nu verkeerd doen, uh, onstoffelijk, dat is een wereld, hadden we die dingen ook op een andere manier verkeerd gedaan. Dus uh, wij moeten ons juist zuiveren. Uh, we gaan pas die heilige geest ervaren wanneer we geleerd hebben om die fouten niet meer te maken. Dus als die vogel bij je komt, is een vorm van heilige geest dankbaar. Toch? Het gebeurt, je bent op de goede weg. Toch? Net wat je zegt, zuiverheid van intenties. Ja. Ben je echt zuiver? Toch? En uh, is, is bij elke beslissing, bij elke gedachte, oh, die intentie er en, en dat gevoel van, van dat je met die heilige geest leeft. Begrijp je? Je hele instelling gaat veranderen. Uh, tuurlijk zijn je zonder, maar ik zeg maar iets. Ik zie een mooie meisje en ik kan dat, Ik ga haar zeggen, ik ga het niet doen. Mm. Ik ga haar zeggen: van, ey, ik heb je niks te bieden. Ja. Yeah. Weet je, ey, dus, ik heb dingen aan mensen verteld die altijd averechts werkten. Oh, maar meer vrouw vrouwen, Ga gaan niet werken om meer te bieden. Het zijn <laughs> averechts. <laughs> nee, we praten over die mannetjes zegt van hulp. Yeah. <coughs> Wanneer een man bij me komt voor hulp, bij Billy Axelman, is je ziet in dat je fout, je moet dat niet meer doen. Ja ja maar nee deze keer zijn... als iemand twee drie keer bij me komt dan minobung ja. Maar ik moet afronden, ik ga ja. zeggen dat twee uren weer Dat zijn ze de langste podcast ja. je te... we ja. hebben we alles gecoverd nog niet maar er gaat een deel twee drie vier oké okay, maar kijk, deze keer niemand <laughs> maar deze keer ja. nee nee deze keer schrijf die vraag op ik wil weet je ik vind ik vind dat we dat die kennis er is toch mm -hmm. maar we moeten het internaliseren om het goed toe te passen. Echt. Jij kon alles zelf verklaren. Met hoe dat ding werd. 200, 2030 ding. Uh, 2030. Je moet het van mij Ik ga het voor je sturen. Ik ben er niet zo blij mee. Om, om, maar sommige mensen wel. Uh, wat ik wel wil zeggen is. Dit is een intro geweest. Ik heb Roy al lang gevraagd. Ik heb hem gezegd. Bereid hmm. je voor dat we gaan lang zitten. Uh, het is een hele intelligente man dit. En. Uh, in Suriname heeft men één ding, want kijk, jij en ik zijn bekend geweest als feestbeesten. Dus ik ben dan nog steeds. Je bent nog steeds een feestbeest. Mijn vrouw heeft mij aan de ketting gezet. maar... Nu zei je dat feestbeest. <laughs> 180 oh, yeah, graden. Yeah, yeah. um, maar wat het mooie is, is dat. They always judge a book by its cover. Yeah. Weet je, want als, jij bent bekend in het nachtleven. En dan denken ze van, ah, oh, ja, die is maar een feest alleen. Ik zeg, boy, als jij één serieus gesprek bij deze mag gaat voeren, fouten je drie dubbel. En er is, zijn weinig mensen. Uh, je zoon is van zo uh, ook. Waarvan ik echt, als ik met Julio zit, zitten we uren. Uh, en uh, dus dat bedoel dat je vaker gaat komen. Jij moest ook even wennen aan die setting. Uh, en dan gaan we wat dieper in op een heleboel andere dingen, want de verkiezingen zijn om de bocht. En ik ga hem vaker vragen om analyses te doen. Boy. <laughs> maar wat wil je zeggen? Je sprak over, uh, ja, face business zo. Hmm. Ik wil gezien worden als een playboy en een facebeest. Dat wil ik. Want het interesseert me niet. Dat wil ik je uitleggen. Ga je naar de uitzending vertellen. Ik krijg alles cadeau. Het interesseert me niet. Ja, mensen, nee, 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 en, nee, 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 en nee. Ik ga iets vertellen. Ik post alles. Eh. En hoe meer ze over me rollen, hoe prettiger het vindt. Ik ga ik iets vertellen. Kijk, als mensen niet over me rollen, was ik misschien niet gepromoveerd. <laughs> ik wil altijd terugslaan. Hé, hey, ik heb alle mogelijke functies bekleed, yeah. dus nu, nu, ik wil nu ook niet over zelf praten. En ik kan niet hoger gaan dan mezelf, dacht ik. Yeah. Begrijp je? Dus ik sla terug door bijvoorbeeld een journal. Ik doe dingen die niemand in Suriname kan doen. Yeah. En, 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 en niemand heeft uh, die, die, die variëteit, verscheidenheid van functies van mij bekleed of zo. gehad. Yeah, snap je? Yeah. Dus. Als je niet rolt, dan ga ik niks meer doen. Ja, nee, nee. nee. Begrijp je ik, wat ik bedoel? Nee, maar bij mij gaat het ja. dat... Nee, nee, ik begrijp je wel. Oh, maar, maar ik, ik weet... wil je uitleggen hoe <coughs> dat me geïnspireerd heeft ja, 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 ja. om dingen te bereiken. Nee, maar ik ben heel blij dat je bent geweest. En ik heb je ook gezegd: dit gesprek gaat gewoon alle kanten op gaan. Omdat het de eerste keer is en we 4 Ik ben blij dat je bepaalde dingen ook. Want over je vrouw, ik dacht, dat ga ik niet aanhalen. Dat is, omdat ik, nee, nee, nee. Dat is een privé ding. Ja. En uh, de kijkers zullen misschien zeggen: ja, waarom ben je niet door op ingegaan nee. voor sensatie? Nee. Ik heb je niet gevraagd voor sensatie. Ja. Ik heb je gevraagd voor, ja, begrijp, voor dit. Ja. Weet je, dus dat, daarom heb, ben ik er ook niet verder op ingegaan. Ik wil je vast bedanken dat je bent gekomen. En ik zie je heel goed weer, brother. Ja. Ja. You, ik ben you. ook bang, ik wil nog even wat zeggen. Ja, dus van morgen dat ik: laat me dit boek mee draaien op maar. Dat boek heeft natuurlijk deze situatie ja, Maar ik ben ook blij geweest en ik ben blij dat ik je heb kunnen zeggen dat je die kennis al lang hebt. Dank je. En, en je ziet, het heeft 24 jaar geduurd. Oh, ik hoef het zo lang nee, bij je. Maar, dit, de, dit boek moet je, je wel lezen Je gaat het lezen. Ik ga het uh. lezen. Uh. Mensen, ik hoop dat jullie een beetje hebben genoten en het hebben kunnen volgen. We hebben veel geluld en ook veel gezegd. <laughs> Tot de volgende keer. Later. Ik hoop dat jullie hebben genoten van deze podcast. Wil je nog meer zien? Klik dan hier. Of als je nog meer parts wil hebben met ongeveer hetzelfde uh, onderwerp. Klik dan aan deze kant. Ik heb geen idee waar ze zijn. Maar de guys in de studio die zullen wel die links in orde maken. Ik moest gewoon wijzen en zo. Je weet toch. Maar ga gewoon naar onze channel. Abonneer. Want we hebben jullie steun nodig. En hoe meer subscribers we hebben. Hoe beter het programma kan zijn. Later.